Goedenavond, dames en heren, welkom hier bij deze commissievergadering van 11 juni. Speciaal welkom mevrouw Janssen, eerste commissievergadering dat u bijwoont. Succes. Mensen op de perstribune, op de publieke tribune, ik kan het beter ambtenaartribune zeggen vanavond, en college en uiteraard de mensen thuis, van harte welkom. De heer Veldhuis van de VVD is afwezig, wordt vervangen door mevrouw Janssen. Ik heb u al even speciaal welkom geheten en de heer Noten komt later. Gaan we verder met punt 2, spreekrecht burgers. Geen aanmeldingen om verder met punt 3, vaststelling agenda. Bent u met de volgorde van de agenda, bent u het daarmee eens? Zie verder geen lampjes branden, dan is de agenda zo vastgesteld. Merking dat bij agenda punt 4, leesjes zonneparken, ik het voorzitterschap overdraag aan mevrouw Schiphorst, die dat vanaf haar eigen stoel zal doen, gezien mijn betrokkenheid bij de commissie bij een aanleg van een zonnepark in Lemerenveld. Hetzelfde is van toepassing van de heer Ellenbroek, dus we zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen en dan... Zal ik na agenda punt 4 weer als uw voorzitter optreden. En dan gaan we verder met agenda punt 4 en draag ik dat over aan mevrouw Schiphorst. Dank u wel, meneer Kleine Koerkamp. En daarmee is agenda punt 3 afgerond. En gaan we over naar agenda punt 4, leesjes zonneparken. Zoals meneer Kleine Koerkamp heeft aangegeven, zullen zij... meneer Ellenbroek en meneer Kleine Koerkamp niet aan de beraadslagingen meedoen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet er veel gebeuren, onder andere op het gebied van duurzame energie. Er is gebleken dat ontwikkeling van zonneparken stagneert. De reden hiervoor is de gehanteerde rekenmethode in de leesjesverordening, waardoor leesjes erg hoog uitvallen en het feit dat de leesjes vooraf betaald moeten worden is een probleem. Het college heeft een aantal varianten beoordeeld om te komen tot een aanpassing van de leesjesverordening. Het college vraagt de raad in te stemmen met de gekozen voorkeursvariant. En daarnaast vraagt het college de raad kennis te nemen van de notitieprocedure vergunningverlening zonneparken. Er zijn technische vragen gesteld en die zijn op het raadsinformatiesysteem geplaatst voor u ter informatie. Ik stel voor in twee ronden te behandelen. Eerst de informatief, waarin u vragen kunt stellen. En daarna hoor ik graag uw opinie of het debat. Wie kan ik het woord geven voor de vragende ronde? Meneer Dankerman, gemeentebelangen. Dank u, voorzitter. Op dit moment hebben we eigenlijk als fractie nog maar één vraag. Wat is de verwachting de komende jaren voor andere duurzaamheidsinitiatieven als windmolens, biovergissers, aardwarmtecentrales, etc.? Zijn daar ook leesjeswijzigingen voor te verwachten? Dank u. Dank u wel, meneer Dankerman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen. Eén gaat over het onderwerp kostendekkendheid. We lezen ook dat er een maximum is van 100.000 euro aan leesjeskosten. Maar op het moment als de zonneparken over de zeg maar 20 hectare heen gaan, dan zou je volgens de grafiek uitkomen op niet meer een kostendekkendheid van de inzet van de ambtelijke organisatie. Zou je dan in dat geval ook niet de grens van 100.000 moeten laten vallen? Dat is één. Een tweede punt betreft de splitsing van de betaling in twee termijnen. De tweede termijn wordt afhankelijk gesteld van aanvragen en beoordelingen van subsidies. Die doe je nou één keer bij derde. Daar heb je weinig grip op. Ja, misschien geldt er nu een bepaald ritme. Maar dat weet je voor de toekomst niet. Is het niet beter om echt een jaar als maximum te noteren? Dat zijn onze twee vragen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Ruitenberg, CDA. Ja, voorzitter, dank je wel. CDA heeft ook even een aantal vragen aan de wethouder. Waarom willen wij de huidige leesjes verlagen of aanpassen als uit een klikstem blijkt dat de gemeente Dalfsen al lagere leesjes en hogere winst bovengrens hanteert? En de tweede vraag, in het coalitieakkoord staat duidelijk vermeld dat zonnepanelen op daken onze voorkeur heeft, ten opzichte van zonnevelden. Kunnen wij na aanpassing van leesjes een stroom van aanvragen verwachten?
En mogen wij van de wethouder dan ook op een stimulans rekenen voor het aanleggen van zonnepanelen op grote oppervlaktes van stallen of bedrijfsdaken? En de laatste vraag. De huidige leges zijn hoger dan de geschatte bouwkosten. Het voorgestelde legesbeleid zal kostendekkend zijn. Maar als er bij grote initiatieven veel bezwaren komen, lopen wij dan een financieel risico? Dat was een vraag. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen. In de notitie lezen wij, zonneparken zijn niet populair. Ik was heel benieuwd bij wie. En de tweede vraag is, dat wij, naast dat wij een legesverordening vaststellen, zit hier ook een afwegingskader opnieuw bij. En dat is eigenlijk het kader wat we natuurlijk volgens mij ongeveer een jaar geleden hebben vastgesteld met elkaar. Maar er zit ook een notitie bij over de procedure voor de vergunning, het afgeven van de vergunning. En dat triggerde mij wel enigszins, omdat we hier natuurlijk recent nog gehad hebben met elkaar over hoe we nou die participatie organiseren van bewoners. En dan met name de mogelijkheden om financiële participatie een plek te geven. Mijn zinziens moet dat door dat in het kader aan te geven. Want als je helemaal aan de voorkant tegen een initiatiefnemer zegt dat dat een voorwaarde is om aan een ruimtelijke procedure mee te werken, dan kan het. Later in de procedure wordt het juridisch allemaal wat lastiger. Ik was heel erg benieuwd naar het college of zij nu met deze vaststelling of met dit verhaal erin voorziet dat het nu goed geregeld is. Of dat ze zegt nee, dit is puur een legesverhaal en op dat andere verhaal komen wij op een nader moment terug. Dat was ik even benieuwd naar. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schrijver, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen ook. En de eerste gaat over de verlaging van de leges om zonneparken aantrekkelijker te maken voor initiatiefnemers. De schaal die in de grafiek getoond wordt, die laat zien dat we daarmee nog kostendekkend zijn, rekening houdend met 25% van de bouwleges. En mijn indruk is dat we daarmee in de toekomst dan niet de handhavingskosten bij grote parken ook nog in onze vergoedingenstructuur terugzien. En de tweede vraag is, die gaat over 1.2, we moeten wachten op het geld. Als een initiatiefnemer ook de tweede ronde mist, dan is het mogelijk dat weerstand ontstaat tegen de betaling van het tweede deel, extra invorderingskosten. Zou de wethouder dat niet kunnen voorkomen door een voorbehoud te maken bij de omgevingsvergunning, geldig mits volledig voldaan wordt aan de leges betalingsverplichting. Dank u wel, meneer Schrijver. Mevrouw Janssen. Wij hebben nog een vraag over de representativiteit van de legekosten die bij andere gemeentes zijn getoetst. Wij vragen ons af bij welke gemeentes dat is geweest en of wij ons daarmee kunnen meten, zeg maar, als gemeente Dalfsen. Dank u wel, mevrouw Janssen. Volgens mij hebben we de vragen geïnventariseerd. Mevrouw Janssen mag het lampje uitdoen. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen. De tweede vraag van D66 wilt u nu nog even herhalen, want het ging weer om een hoog tempo. Niet u, maar de vragenstellers achter elkaar. Of misschien dat de voorzitter volgende keer iets. Er staat in het raadsvoorstel bij 1.2. Onderwerp 1.2 bij kanttekeningen, wij moeten wachten op het geld. Een initiatiefnemer die ook de tweede ronde mist, die zou weerstand kunnen ontwikkelen tegen de betaling van het tweede deel. Dat leidt tot extra invorderingskosten. En mijn vraag is, met een voorbehoud bij de omgevingsvergunning, dus de omgevingsvergunning is alleen geldig mits volledig voldaan wordt aan de legesbetalingsverplichting, zou daarmee dit risico niet naar nul kunnen? Dank u wel voor de herhaling, meneer Schrijver. Meneer Van Leeuwen schrijft. Aangeschoven voor de ambtelijke ondersteuning, meneer Mostman. Van harte welkom aan de tafel. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, meneer Dankelman, u vraagt naar verwachting voor andere initiatieven, zoals daar zijn biovergisters, windmolens, etc. Ik denk dat die in dezelfde lijn liggen als het antwoord dat vanmiddag gegeven is. Dat zijn namelijk grote bouwwerken waar veel meer ambtelijke inzet op zit.
Dus ik verwacht niet dat wij daar met een lezerswijzigingen zullen komen. Want dat zijn gewoon normale bouwwerken in tegenstelling tot de zonneparken. De ChristenUnie die heeft het even over, stel het gaat over 20 hectare, is het dan nog kostendekkend? Ik zal voor alle zekerheid even de heer Mosterman daarna vragen, die heeft al die berekeningen uitgevoerd. En we hebben inderdaad, daar ben ik ook achter gekomen, daar heb ik ook naar gevraagd hoe dat zit, maar heb ik nog geen antwoord op, dat we een aftopping hebben op 100.000 euro bij leges. Zodra ik het antwoord heb, zal ik dat met u delen, want ik weet niet waarom dat in het verleden is ingesteld. En ik hoop daar, als de ambtenaar terug is van vakantie na deze week, een antwoord op te krijgen. Dan heeft u het over de splitsing in termijnen. De tweede termijn van 50% is afhankelijk van subsidies. Eigenlijk, ik trek hem even gelijk met de vraag van de heer Schrijver van D66. Die daar ook een oplossingsrichting mee geeft. Die ik wel even wil gaan onderzoeken. Want de suggestie spreekt mij wel aan. Maar dan moeten we even kijken of we dat voor de raadsbehandeling helder kunnen krijgen. En ik hoop dat ik daarmee ook de heer Nijkamp min of meer beantwoord heb. Zo niet, merk ik het wel. De heer Ruitenberg van het CDA. Waarom lagere leges? Het zijn twee redenen. Ten eerste, wij willen als gemeente, u wil als raad heel graag een duurzame gemeente zijn en nog duurzamer worden. Nou, daar spelen PV-panelen, zonnepanelen een rol in. De voorkeur spreekt u uit over daken. Ik spreek hier geen voorkeur uit. Wij geven alleen maar aan dat wij van mening zijn dat de leges voor zonneparken eigenlijk te hoog zijn. Omdat het relatief eenvoudiger te behandelen is voor de ambtenaar. Want het zijn simpele constructies, simpele bouwwerken. Wilt u met een stimulans komen voor grote daken? Ik was het niet van plan. Daar zijn bestaande subsidieregelingen voor. SDA-subsidies, daar kan men gebruik van maken. Dus dat hoeft u niet van mij te verwachten. En u vraagt naar een financieel risico bij bezwaren. Initiatieven, de financiële risico's, die liggen altijd bij de initiatiefnemers. Als daar planschade en dergelijke wordt gevraagd, dan zal dat altijd bij de initiatiefnemer vandaan moeten komen. De Partij van de Arbeid. Parken zijn niet populair en u vraagt zich af bij wie. Er zijn afgelopen jaar een aantal insprekers geweest die zich verzetten tegen de aanleg van parken. Dat is de redenatie. En die zullen u ook bekend zijn. De procedure voor vergunning wordt vastgesteld. Voorziet het college hier participatietraject? Nee, wij voorzien hier uitsluitend een legesvaststelling. En het verhaal rondom de participatie, dat wordt apart door in het traject door collega Schuurman opgenomen. De handhavingskosten, zijn die wel verrekend? Toch even vragen of de heer Mosterman daar iets over kan zeggen. En uw suggestie, omgevingsvergunning, die gaan we onderzoeken. Mevrouw Janssen, u heeft dat waarschijnlijk gemist, maar vanmiddag is er een antwoord verschenen op technische vragen op het RIS. En daar worden een 5 of 6 gemeenten genoemd. Hè. De heer Mosterman kent ze ongetwijfeld uit zijn hoofd. Die zal ze zo even voor u opnoemen. Dat was het voorlopig even. Alleen de heer Mosterman zou nog 2 vragen mogelijk kunnen beantwoorden, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Meneer Mosterman. Ja, dat gaat over de vraag van D66, of het ook inclusief handhavingskosten zijn. En ook, volgens mij waren er nog andere kosten, werden er genoemd. Ja, we rekenen altijd een integraal plan, dus niet alleen de toetsing in het begin. Daar zit wel de piek van het werk, zit er altijd in. Maar we reserveren ook altijd een deel erin voor onze handhavers. Dus dat is mee ingenomen in de schatting.
En die gemeentes waar, waar we voorbeelden uit hebben gehaald, Hof van Twente, lijkt wel veel op Dalsen, Bronckhorst ook een plattelandsgemeente, Wageningen, Apeldoorn, Heerenveen en Enschede. Nou, die laatste drie grote steden, weinig platteland, maar die, die hebben wel wat van dit soort, dit soort alternatieven hebben ze zelf ook vastgesteld. Dus dat zijn de gemeenten die ook hiermee bezig zijn geweest. Dank u wel, meneer Mosterman, voor de beantwoording. Naar aanleiding van de beantwoording, meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik stelde de vraag, voor de duidelijkheid, de eerste vraag, van bij wie zijn zonnepanelen niet populair of parken? Natuurlijk niet voor niets, want het antwoord klopt. Er zijn zeker mensen geweest die er een negatieve blik op hebben. Er zijn ook mensen die hier gestaan hebben om juist dit soort dingen voor elkaar te krijgen. En waarom ik de vraag stel, is eigenlijk, je kan namelijk hetzelfde zeggen van wind, en je kan hetzelfde zeggen van biomassa, en je kan hetzelfde zeggen van alle elementen in de energietransitie. Dat maakt nou juist die energietransitie zo lastig, want er is niet één ding wat iedereen fantastisch vindt. Maar ik vind het wel heel jammer dat er in gemeentelijke stukken, waarin wij willen een duurzaam iets uitstralen met elkaar, we willen uitstralen met dat we als gemeente vooruit willen op dit onderwerp, dat er dan zo'n negatieve klank over een van de elementen uit de energietransitie staat. Want ja, er kleven nadelen aan. Ja, er zijn mensen die er niet heel groot fan zijn. Maar zoals gezegd, dat geldt voor alle elementen. Dus dat is waarom wij er even op aansloegen. Want het is heel erg jammer als je met elkaar een beleid neer wilt zetten wat uitnodigt, zeker onze eigen inwoners, om hiermee aan de slag te gaan. Nou, het is al even genoemd. Lemelenveld gaat waarschijnlijk, de bewoners gaan ook zelf zoiets doen. Ik denk niet dat ze dat doen, omdat vanuit een negatieve inslag. Dus vandaar even onze opmerking. Het helpt heel erg, en dat heb ik ook aangegeven in mijn bijdrage, in onze bijdrage rondom het collegeprogramma. Het helpt soms heel erg hoe je dingen opschrijft. En dan is dit wel heel erg belangrijk. Dat je kanttekeningen duidelijk neerzet, helemaal helder, hartstikke goed. Maar ja, de zinsnede zelf, daar vielen wij een beetje over. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Heeft geen aanvullende vraag in zich. Meneer Ruitenberg, CDA. Ja, voorzitter. Ik heb nog niet op alle vragen eigenlijk een antwoord. En dat was meer de vraag van, kunnen wij na aanpassing van de leges een stroom van aanvragen verwachten? En ik was het eigenlijk niet eens met het antwoord wat hij gaf op mijn laatste vraag. Of de huidige leges zijn hoger dan geschatte bouwkosten. Of het dan straks grotere, bij grote initiatieven meer bezwaren komen. Zo staat letterlijk wel in het raadsdocument. Dat die nu nog niet voorzien zijn. Er zijn nu nog geen grote aanvragen geweest. De bouwkosten of de leaseskosten kunnen er dus uit, blijkbaar. Maar als er dus echt grotere problemen voordoen, dan zijn toch de kosten toch ook voor de gemeente. Tenminste, de ambtenaren moeten meer werk doen. En nog een aanvulling op de andere, op de stimulans die we graag willen verwachten van zonnepanelen op de daken. Dat loopt momenteel nog niet echt hard in mijn beleving. En dat heeft ook te maken met dat de hele asbesttrein volgens mij behoorlijk stilstaat. Dat vind ik wel dat het samenhangt. Als de asbest wat sneller gaat, komen er ook meer daken vrij waar zonnepanelen op zouden kunnen. Het zij door de initiatieven in mezelf, of het zij door het dak verhuurd wordt, of dat er via een bepaalde andere constructie zonnepanelen opgelegd worden. Dat staat stil. En ik zou daar toch wel graag een vorm van stimulans op zien. Want anders gaan we ons alleen maar richten op de zonnevelden. En volgens mij is het de bedoeling dat we ook ons gaan richten op de zon, op de daken. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Nou, het antwoord op die bovengrens van 100.000, die krijgen we dan nog. Met name even over die tweede punt, die tweede betaling. En dat sluit wel grotendeels aan bij de vraag van D66. Maar waar het ons ook om gaat, is dat je je in de legersverordening afhankelijk stelt van procedures van derden. Dat is namelijk en de aanvrager, en waarschijnlijk het ministerie van EZ, of wie geeft dat? En dan denk ik van, wil je als gemeente je daarvan afhankelijk stellen? Of zeg je gewoon van, nou, tweede termijn is maximaal 1 jaar na vergunningverlening. En wat er verder gebeurt met die aanvragen, ja, dat is dan de zorg van derden, maar niet meer van de gemeente. En als je dat kunt combineren met de suggestie die door de schrijver is gedaan, vind ik dat ook verder prima.
Maar ik zal er wel een termijn aan hangen die niet afhankelijk is van derden. En misschien kan de wethouder daar nog even op ingaan, juist op dat punt. Meneer Van Leeuwen. Meneer Nijkamp, ik neem dat gelijk mee bij dat onderzoek voor die omgevingsvergunning. Want ik vind het een goede suggestie. We gaan er even naar kijken. Valt er een stroom aanvragen te verwachten, meneer Ruitenberg? Ik zou willen dat ik een glazen bol had en het u kon vertellen. Ik weet het niet. We maken het in elk geval iets aantrekkelijker, doordat de leges lager zijn en ook kostendekkend blijven. En komend najaar werd in mijn oor gefluisterd dat de energiemix op het programma staat voor de Raad. En daar kunt u uitgebreid met collega Duurzaamheid discussiëren over de wenselijkheid van verschillende vormen van duurzame energie. Meneer Broer, we zijn het niet helemaal met elkaar eens, dat is duidelijk. Bij kanttekeningen staat ook wel eens iets wat je niet zo leuk vindt, maar wat je wel mee moet wegen. En we kunnen hier wel een hele Hosanna-stemming in schrijven, maar we moeten hier ook reëel en eerlijk over zijn. Zelfs in deze raad, ik hoor net de heer Ruitenberg, is niet iedereen enthousiast over zonnevelden of zonneparken, zo u wilt. Dank u wel, meneer Vleeuwen, voor de beantwoording. Nog een aanleiding van de beantwoording, dan wil ik graag uw opinie horen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dat kan denk ik vrij kort. We zijn positief over het feit dat het college op dit onderwerp ook meteen onderzoek heeft gedaan. Meteen ook al bij de eerste aanvraag die we met elkaar behandelen en met een concreet voorstel komt. Twee belangrijke punten ter toetsing. Eén is kostendekkendheid en wat ons betreft ook boven de 100.000 euro. Daar krijgen we dan nog bericht over. En het tweede is eigenlijk dat we geen betalingsrisico's willen. Dus linksom of rechtsom zouden we dat op de een of andere manier getackeld willen zien. En daar krijgen we dus ook nog een reactie op. Maar als denkrichting dan maar voorlopig even prima om op deze manier er tegenaan te kijken. We wachten even die reactie af. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Ankelman, gemeente Belang. Dank u, voorzitter. Goed om te zien dat men in de gemeente Dalfsen constant op zoek is naar het beste voor de inwoners, maar ook voor ondernemers. Steeds op zoek naar de best passende oplossing is wat we als fractie van gemeentebelangen van harte toejuichen. Als fractie vinden we het passend om leges voor zonneparken anders te benaderen dan voor gebouwen. Daarnaast worden de kleinere initiatieven tegemoetgekomen en minder zwaar aangeslagen als de grotere parken. Wat ons betreft hebben we hier een goede lijn te pakken en zullen we als fractie gemeentebelangen dit raadsvoorstel dan ook steunen. Dank u wel, meneer Dankerman. Wie kan ik? Meneer Ruitenberg, CDA. Ja, voorzitter. Het CDA heeft nog een opinie. Het voorstel wat voor ons ligt om de leges voor de aanvraag van zonnevelden te verlagen, moet ervoor zorgen dat er meer initiatieven worden ingediend en de initiatiefnemer minder risicoloos. Dit om de opwekking van duurzame energie te versnellen. Echter, dit zal ook voor meer weerstand en tot onrust leiden. Des te meer omdat er in ons coalitiedocument is verwoord eerst de daken en dan de velden. Echter, de CDA-fractie wil uiteraard ook mee in het verduurzamen en het versnellen daarvan. Alleen zien wij dat niet in dit voorstel van de wethouder. In het raadsvoorstel wordt er al aangelinkt. De kleine initiatieven van een aantal hectares, om hiervoor de aanvraag te eenvoudigen. Dat zouden wij enorm toejuichen. Deze initiatieven van duurzame dorpen, kleine kernen of een groepje buren zou eenvoudig en van een lage financiële drempel moeten worden voorzien. Maar we willen voorkomen dat wij aantrekkelijk worden voor grote investeerders die maar naar Dalfsen komen omdat hier de leges en voorwaarden aantrekkelijk zijn. Dit mag wat ons betreft niet de bedoeling zijn. En wij spreken daarover ook onze zorgen vooruit. Dat was hem, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Kort gezegd, en dat heb ik ook al een beetje in onze vragenronde aan proberen te geven,
Wij zullen dit uiteraard steunen, dit voorstel. Want het kan allerlei initiatieven op gang helpen op dit vlak. En daarnaast vinden wij ook heel erg belangrijk dat leges bedoeld zijn om kostendekkend te zijn. En zoals net ook al even werd aangegeven, een ton voor een zonneveld aan ambtelijke uren, dat is best veel. Laat ik het maar even zo neerzetten. Dus gewoon hartstikke goede actie. Wel zijn we heel erg geïnteresseerd in, zoals gezegd, de aangekondigde discussie over de energiemix. Want ik ben het meteen eens met de wethouder dat daar verschillende opvattingen over zijn. Maar ik ben wel benieuwd straks naar als wij met elkaar tot een uitkomst komen. Dat we dan wel een positieve weg met elkaar in kunnen gaan en van al die dingen. Want het is namelijk onvermijdelijk, maar dat zal gaan blijken, dat als je een energiemix maakt, dat daar allerlei onderdelen in zitten die iemand niet leuk gaat vinden. Dat heb ik net ook al proberen te schetsen. Want er zullen windmolens in staan, er zullen zonneparken in staan en er zullen zonnedaken in staan. Want met alleen zonnedaken ga je het gewoon niet redden. Dat is een hard feit. Wij kijken uit naar die discussie. Want wij menen het echt als we zeggen dat we de duurzaamste gemeente, of in ieder geval een van de duurzaamste gemeenten in de regio willen zijn. En wij kijken uit naar die discussie. Heel veel dank voor dit voorstel. En wij zijn akkoord. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Janssen, VVD. De opinie van de VVD is dat het inderdaad de grootschalige opwekking van energie nodig is voor het halen van onze duurzame doelstellingen. En wij omarmen ook dat er diverse plannen zijn gestart voor zonne-, wind- en waterenergie. Deze notitie die gaat over leges. Wat wij interessant vinden, en ik hoor het hier vanavond al, de energiemix wordt in het najaar besproken. Dat is dat de leges eigenlijk een kapstok zijn, omdat het interessant is om een visie te ontwikkelen over hoe wij zonneparken in Dalfsen zien. Ik hoor het eigenlijk ook al zeggen, worden het daken, worden het parken, hoe gaan wij dan om met ons landelijk gebied. En daarnaast zijn wij van mening dat leges er zeker mogen zijn, maar ze moeten kostendekkend zijn. De gemeente mag en kan er een percentage aan verdienen. En wij vinden dat het prijsbeleid ook in de buurt moet zitten van omliggende gemeenten. Dank u wel, mevrouw Janssen. Meneer Schrijver, D66. Dank u wel, voorzitter. Ook D66 ziet de meerwaarde van een goede energiemix. Het is een mooi woord, wat ook aangeeft hoe gemengd deze markt zich ontwikkelt. Het is een nog vrij jonge markt waar zowel idealisme als pure rendementsjagers actief zijn. En als dit een stimulans is die nodig is voor een succesvolle energietransitie, dan vinden wij dit een prima voorstel. Met name die laatste groep, de rendementsjagers, die zou nog wel eens voor handhavingskosten kunnen zorgen. En verder denken wij dat alleen maar de zon over dit voorstel schijnt. Mooie beeldspraak, dank u wel, meneer Schrijver. Wil de wethouder nog reageren? Nee, dank u wel. Dan wil ik het voorstel als akkoordstuk naar de raad toeleiden, aangezien de meerderheid, zoals ik het nu heb geteld, akkoord is daarmee. Stemverklaring voor het CDA? We nemen het mee naar de fractie, wordt gezegd. Dus daarmee willen we het als akkoordstuk op de agenda zetten en zal de CDA-fractie mogelijk met een stemverklaring komen. Dank u wel voor uw inbreng. Ik schors de vergadering voor enkele minuten. Meneer Mosterman, hartelijk dank voor uw bijdrage en aanwezigheid. En ik draag hem daarna weer voor aan de voorzitter van vanavond, meneer Kleine-Koerkamp. En dat doen we zonder ambtsketting over te dragen. Of u moet ambities hebben, mevrouw Schiphorst, voor het najaar. We wachten af. Gaan we verder met agenda punt 5. Kadernota armoede en schuldhulpverlening. Verantwoordelijk wethouder, de heer Uitslag. Voorbereidend, besluitvormend. Het huidige beleid omtrent armoedebestrijding, inkomensondersteunende maatregelen en schuldhulpverlening is vastgelegd in de beleidsnota Armoede en Schulden 2014-2018. Deze notitie loopt eind dit jaar af. Het is belangrijk dat de gemeenteraad de nieuwe kaders voor de toekomst gaat uitzetten. Het college heeft daarvoor een kadernota opgesteld,
De kaders kunnen daarna verder worden uitgewerkt. Ook heeft het college de participatieraad om advies gevraagd. Het college vraagt van de raad om de kadernota armoede en schuldhulpverlening vast te stellen. Behandeling in twee ronden. Informatie, opinierend, ambtelijke ondersteuning van de heer Bolhuis. Welkom meneer Bolhuis. En wie mag ik voor de vragenronde, en dan echt de vragenronde, als eerste het woord geven? Mevrouw Schiphorst, CDA. CDA-fractie die heeft twee vragen. Uit onderzoek is gebleken dat te vaak mensen om diverse redenen niet of te vergeefs aankloppen bij de gemeente. Wat kunt u en wat denkt u daaraan te kunnen doen? En de tweede vraag. De positie en dienstverlening van de GKB Drenthe, de gemeentelijke kredietbank, was ons al een doorn in het oog. We hebben het er eerder over gehad. En deze wordt op termijn beëindigd. En we willen graag van u horen hoe ver u bent met de bezinning. Hoe en door wie deze taken zullen worden overgenomen. Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Kijk even verder rond. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Die laatste vraag van het CDA was ook onze vraag. En dan in combinatie met het punt dat op pagina 7 wordt gesproken over een gemeentelijke schuldhulpverlener. En we vroegen ons af, is die er dan al of is dat een plan dat die straks komt? Dat is onze eerste vraag. Een andere vraag gaat over het housing first principe. Ja, iets breed geformuleerd. Als de basisvoorzieningen in orde zijn, krijgen mensen ruimte in hun hoofd om met andere dingen bezig te zijn. Hè? Of werk na te denken, gezondheid. En niet andersom. Niet eerst alles moet op orde zijn en dan krijg je dit principe. Je zou het living first principe kunnen noemen. Als mensen de basis hebben, dan komen ze andere dingen toe. Is hier over nagedacht in het kader van deze nota? En zou dit kunnen worden toegepast in Dalfsen? Zou het een kader kunnen zijn? De laatste vraag gaat over de kindregeling. We hebben een mooie kindregeling met kindbonnen. Een mooi initiatief, hebben we ook gesteund. Maar we krijgen nu van meerdere kanten signalen dat er problemen zijn met de besteding. Er zijn bijvoorbeeld in Dalfsen niet veel goedkopere winkels voor schoenen. Bijvoorbeeld, hè. Dat is toch echt wel een behoorlijke uitgave. En men moet dan gedwongen naar duurdere winkels en is uiteindelijk meer geld kwijt. Herkent de wethouder dit? En zo ja, wat kan eraan gedaan worden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Twee vragen. Uit de nota begrijpen we dat gegevensuitwisseling van cliënten wel mogelijk is, ondanks de wet op de privacy. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, en misschien gaat het te ver, maar toch, hoe dat dan mogelijk zou kunnen zijn. En de tweede sluit aan bij die van CDA en de ChristenUnie wat betreft de GKB. Is onze vraag wat de denkrichting van de gemeente Dalfsen is als het gaat om het uitvoeren van schuldbemiddeling, schuldregeling, budgetbeheer en bewindvoering nu dat Dalfsen buiten het werkgebied van de GKB valt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Kijk even verder. Meneer Schrijver, D66. Ja, we sluiten ons graag aan bij de vragen die ook al door CDA en ChristenUnie werden gesteld. Maar met betrekking tot de kinderen die gebruik zouden kunnen maken van de kindregeling, of dat de ouders dat doen, is een vraag of signalen van scholen ook al gebruikt worden. Want kinderen gaan naar school en wanneer docenten signaleren dat kinderen er minder goed verzorgd bijlopen, blijkt vaak ook nog dat er extra problematiek bij komt dat ze vaak gepest worden. En signalen komen nu nog wel bij de directie, vernemen wij, maar komen die ook verder bij de gemeente? Ofwel, hoe verloopt het contact met allerlei organisaties die wellicht kunnen helpen? Dank u wel, meneer Schrijver. Verder geen vragen. Mevrouw Eilert, Partij van Arbeid. Ja, voorzitter, ik kan heel erg kort zijn, want de meeste vragen zijn gesteld. Of we hebben ze van tevoren ambtelijk al gesteld en nemen ze straks mee in ons betoog. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Eilert. Ik kijk even verder. Verder geen vragen. Mevrouw Jansen, hebt u nog vragen? Nee. Dan gaan we over naar de beantwoording van de wethouder. Meneer Uitslag, bent u zover? Ik heb zich wel de vragen opgeschreven, voorzitter. Het onderzoek zou blijken dat mensen te vergeefs aankloppen bij de gemeente.
Dat is niet de bedoeling. En ik weet ook niet goed of het bij de gemeente Dalfsen is of in het algemene zin. We proberen juist met de transformatie waar ik u al eens eerder over verteld heb, het gesprek aan te gaan en veel verder te kijken. Dus de vraag naar de vraag achter de vraag. En daarmee ook automatisch de financiële samenstelling te bekijken, de gezinssamenstelling en al die elementen samen, zodat we juist misschien wel vragen boven tafel krijgen die niet eens gesteld zijn. Dus we proberen juist het tegenovergestelde te bereiken van wat u aangeeft. En elke persoon wat tevergeefs aanklopt bij de gemeente die we wel hadden kunnen helpen, we hadden moeten helpen, daar mag u van op aan, daar baal ik dan enorm van. De gemeentelijke kredietbank, ja, wij zijn ons aan het bezinnen daarover op. Deel daarvan hangt natuurlijk af van de uitkomsten van deze kadernota, hè, want dit is de richting die u ons meegeeft om uit te werken. En dat kan dus nu nog niet het antwoord geven. Dus wij maken op dit moment nog gebruik van de diensten van de GKB. En daar waar wij waar cliënten er gebruik van maken, daar zitten wij niet tussen. Hè. Dat heb ik u een poos geleden toen we hierover spraken bij een aanleiding van vragen uitgelegd. Dus op dit moment zijn we nog ons aan het bezinnen. En had ik antwoorden gehad, daar stonden ze hier zeker in. Maar goed, het is een kadernota, dus het is de eerste stap in het traject. Het Housing First Principle, of Living First, dus hoe u wilt. Begin met problemen op te lossen, zodat we daarna de rest kunnen oplossen. Het zou wat mij betreft heel goed passen in de aanpak van de transformatie. Dus dat je het gesprek aangaat en op basis van het gesprek vraagt, wat heeft u nodig en waar kunnen we mee helpen om daarmee verder te komen. Dus de eerste stap ja, maar dat zullen we dan meenemen in de uitwerking. Hè. Dus ik vind het een interessante, ik ken de term niet, maar wat het uitspreekt, hè, daar staan we ook voor. Hè. Natuurlijk, we willen mensen juist aan de hand meenemen. En soms moet je niet in één keer op de eerste verdieping willen springen, maar stap voor stap. En daar past dat principe heel goed bij. De kindregeling, problemen met de besteding, gebreken aan goedkopere winkels in de gemeente Dalfsen. Of aan goedkopere winkels die meedoen. Ja, de eerste signalen hebben wij ook bereikt. Dus daar zit gelijk een beetje spanning op. Aan de ene kant willen we heel graag dat bij lokale ondernemers het geld besteed wordt. Maar op het moment dat we hier dan niet de goedkope winkels hebben in onze gemeente, dan hebben we een probleem, want dan moeten we dan toch. Hè. En het klinkt flauw, maar het is dan toch of het een of het ander. Of je stelt het, maakt algemeen dan toch maar weer de VVV-bonnen die overal kunt besteden, want we hebben geen kinder-VVV-bonnen. Of je probeert het te reguleren en dan in onze gemeente, want dat is de enige waar wij dan ook de afspraken mee kunnen maken. En je kunt je voorstellen dat ik niet met de winkeliersvereniging van Zwolle ook met deze afspraken maken kan, of van Ommen. Er zijn ook partijen hier in Dalfsen die wellicht aantrekkelijk zouden kunnen zijn, gemeente Dalfsen, voor de mensen met een lagere beurs. Maar ook daar wordt wel gekeken van, die doen er nog niet mee. Kijken hoe we het wel mogelijk maken. Het zijn vaak landelijke ketens. En nou ja, dan gaan we dan weer naar het landelijk bureau toe. Dus daar worden wel gesprekken over gevoerd. Andere kant, wat ik wel een mooi voorbeeld vond toen we met de ondernemers hierover in het gesprek waren. Dat juist ook de ouders wel blij waren dat ze een keer bij een wat duurdere winkel konden kopen. Omdat daarmee het kind ook zich ook mee kon doen. Hè? Dus ook minder buitengesloten voelde bij de andere kinderen die wel met merkkleding rondliepen. Dus als ze eindelijk een keer ook met merkkleding rondlopen. En dan zie je het nog eens harder groeien en dan zie je dus het kind nog meer zelfvertrouwen krijgen. Dus het is niet per se dat het altijd maar zo goedkoop mogelijk gekocht moet worden. Want daarmee versterken we het stempel van armoede. Dus de kinderregeling is ook een beetje bedoeld om juist de kinderen niet buiten te sluiten daarbij. Maar uw signaal is me bekend. En daar waar we kunnen, proberen ook de landelijke ketens aan te haken. Maar, en misschien goede schoenen is bij de jeugd belangrijk. Zodat we er ook later veel meer plezier van hebben. Dus misschien voor de schoenen vind ik het misschien niet zo'n goed voorbeeld. Goed, het uitwisselen van cliënten. Dat is inderdaad, daar waar de wet ons qua privacy moeilijk maakt, doen we dat niet. Als het even kan, natuurlijk wel. Om de mensen te helpen. Maar als u naar de techniek vraagt, daar gaan we een keer andere afspraak voor maken. En D60 worden signalen van scholen ook gebruikt. Dat signaal van iedereen die langskomt wordt gebruikt. Maar ook daar weer, als ze er wat mee kunnen doen. Hè, ook diezelfde wet op de privacy, wat mevrouw Kappert al aangaf.
als een schooldirecteur bij ons aankomt van, nou, Pietje Puk, dat geeft, moet je eens naartoe, dan kunnen we niet zomaar binnenstormen. Nog los van de vraag of het aan de orde is. Maar natuurlijk willen we graag met de scholen in overleg. De scholen zijn zelf ook wel heel terughoudend in het melden van dit soort zaken. En zitten daarbij ook wel een beetje dubio, want ze vinden het moeilijk om aan de gemeente te melden. Maar eigenlijk vinden ze het ook heel moeilijk om met de ouders te bespreken. En bespreekbaar te maken, want eigenlijk wil je praten over de ontwikkeling van het kind. En wil je niet dat gesprek, die goede relatie bezwaren met de vraag of de financiële situatie thuis wel op orde is. Want dan krijg je een heel ander gesprek en ook een hele andere relatie, een andere verhouding. En daar zijn de onderwijzers nu in ieder geval opgeleid, maar die voelen zich ook daarbij niet zo lang. Moeilijk punt, en daar waar het aan de orde is, proberen natuurlijk wel het sociale netwerk eromheen aan te boren. En ook de scholen hebben we zelfs gevraagd, zorg dat je ook jullie aanbod, de oudere bijdrage, ook op de website van de kinderregeling hebt staan. Zodat ook die mensen nog makkelijker en nog eerder zich aanmelden bij de kinderregeling. En dus voor ons in beeld komen. Daar waren ze, voorzitter. Ik heb het verkeerd op zo'n naam. Ja. Dank u wel, meneer Uitslag. Naar aanleiding van de antwoorden nog volgende vragen. Nee, dan ga ik over naar de opinierende kant van dit agendapunt. En wie mag ik als eerste om de opinie vragen? Ja. Mevrouw Schiphorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Armoede bestrijden is naar onze mening een van de belangrijkste taken van de gemeente. Gemeenten worden door de decentralisaties namelijk steeds meer verantwoordelijk voor zorg en arbeid. En de CDA-fractie vindt dan dat de gemeente Dalfsen deze rol actief oppakt en ook de integrale aanpak met veel partijen vindt plaats op een goede manier. We willen problematische schulden voorkomen, maatregelen treffen om deze terug te dringen en meer mensen met schulden effectiever helpen. Dat Dalfsen behoort tot de gemeente met het laagste risico op een laag inkomen, dat is goed te horen. Maar het is lastig, zo niet onmogelijk om met te weinig inkomen veel, en ik bedoel dan te veel, te moeten betalen. Natuurlijk is het zo. Mensen blijven zelf verantwoordelijk voor het nakomen van hun financiële verplichtingen en het aflossen van eventuele schulden. Maar daartegenover staat wel dat de schuldenaar te alle tijd in zijn eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien. En dat is een van de genoemde kaders waar wij voor staan. In een zo vroeg mogelijk stadium de huishoudens in beeld hebben, met een hoog risico op financiële problemen en op basis van daadwerkelijke signalen op huishoudensniveau. En de vindplaatsen van armoede zijn divers. Het herkennen van signalen vraagt om een nauwe samenwerking tussen allerlei partijen. Een opsomming gaat te ver, maar veel initiatieven laten zien hoe breed die aanpak is. Mensen actief voorlichten bij bepaalde gebeurtenissen of sneller de telefoon pakken, dat helpt. Er moet rekening worden gehouden met de mentale belastbaarheid. En daarom heeft de CDA-fractie het project Schuldenstress te lijf al eerder onder uw aandacht gebracht. Vaardigheden leren die nodig zijn om jezelf economisch redzaam te worden en te blijven. Het probleem van stress is namelijk dat je dan niet meer goed in staat bent om vooruit te kijken. Armoede en schulden zijn niet alleen een geldprobleem, maar vooral de vraag: wat heb je nodig om weer zelf de draad op te kunnen pakken? En het helpt niet wanneer mensen zich veroordeeld of afhankelijk gaan voelen. En daarom vragen wij voor een menselijke benadering. Ruimte en aandacht voor maatwerk en geef snel hulp om nog grotere problemen voor te zijn. En met respect, kijk naar de mensen en minder naar de manieren waarop we het hebben georganiseerd. De integrale benadering, werk, school, taal, laaggeletterdheid enzovoort, vraagt echt om maatwerk. Preventie en praktische hulp, voor het CDA heel belangrijk. En over de communicatie vinden we dat we zoveel mogelijk mensen moeten bereiken die hulp nodig hebben. En dat bereiken is nu vaak nog onvoldoende. En dat kan komen door niet weten of door schaamte. En maak daarom gebruik van de ogen en oren in de wijken, in de kernen, samen met alle organisaties. Instellingen, scholen, het werd al genoemd, verenigingen, kerken en cultuurhuizen. Ze zijn geen verlengstuk van de overheid, maar samenwerking is essentieel. Daar wordt het gezien. Niet iedere burger is digitaal handig en hou daar ook rekening mee. En we vragen om één contactpersoon die de burger begeleidt en ook helpt om intern de verschillende afdelingen te bereiken.
Dus niet meer van loket naar loket. En het is goed dat maatschappelijke initiatieven als de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank er zijn. En het uitgangspunt dat hiervan tijdelijk gebruik kan worden gemaakt, kunnen wij ondersteunen. Nogmaals, voorzitter. Vroeg signalering, preventief, samenwerken, integraal, voor ons heel belangrijk en een kader. Schuldenstress te lijf, dat levert gedragsverandering op en daarmee een beter leven. Bereik zoveel mogelijk mensen die hulp nodig hebben. Communicatie en samenwerking met de ogen en oren in de samenleving. Uitgangspunt is vooral de vraag wat iemand nodig heeft om zelf de draad weer op te kunnen pakken. Met respect, dus maatwerk. De participatieraad heeft vele zinvolle adviezen gegeven en we willen u vragen die mee te nemen in de beleidsnota. We zien uit naar een succesvol armoede- en schuldverleningsbeleid. Armoede en schulden de wereld uit. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Sorry. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mevrouw Kappert. Dank u wel, voorzitter. Het landelijk percentage mensen met een laag inkomen ligt op gemiddeld 8,2% van alle huishoudens. In Dalfsen ligt dat percentage op 4,3%. Dat zien we als positief. Er is in Dalfsen geen groot risico op een laag inkomen. Maar voor de mensen die tot die 4,3% behoren, zegt dat niet zoveel. Zij hebben het ermee te doen en voor die groep willen we het dan ook graag goed regelen. Voor ons ligt een duidelijke nota die ons meeneemt van landelijk naar lokaal niveau. Een mooi uitgangspunt voor de komende beleidsnota. U schrijft bij de kaders, en ik citeer, het beleid moet zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de burger. Einde citaat. Daar kunnen wij ons in vinden. Maar daarbij wel de kanttekening dat dat het uiteindelijke doel is. De weg daarnaartoe is voor elke persoon anders en daarvoor is maatwerk nodig. De stress is bij schuldenproblematiek hoog en mag niet verhoogd worden omdat men het zelfstandig moet kunnen. Nee, die stress moet omlaag. En het genoemde mobility mentoring is daartoe een mooi middel. We zien daarover dan ook graag meer terug in het beleid. Wij hebben zorg om de wildgroei van bewindvoeringsbureaus. Met name omdat de kwaliteitscontroles van deze bureaus alleen gericht is op de bedrijfsvoering en niet op de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten. Wij vragen ons dan ook af of we met het geld dat we nu kwijt zijn aan de kosten voor bewindvoering, dat inderdaad niet als gemeente zelf in de hand kunnen houden. Het is toch vreemd dat wij geld betalen aan instanties waarvan we niet weten of ze onze inwoners helpen of misschien wel verder de afgrond in helpen. Misschien is samenwerken met andere gemeentes een optie om hier goed inhoud aan te geven. Nou, er staan wat gedachten ook in het stuk. Wij willen u adviseren om daar inderdaad goed over na te denken en een zinvolle keuze in te maken. De participatieraad heeft aangegeven dat zij in gesprek gaat met inwoners en organisaties over het op handen zijnde beleid. En dat is een mooi initiatief. Ze hebben ook nu al input gegeven en we willen u vragen deze opmerkingen mee te nemen in de uitwerking van het beleid. Wij zien uit naar het nieuwe beleidsplan en kunnen instemmen met deze kadernota, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor deze heldere kadernota. We zijn blij met de brede blik en de goede achtergrondinformatie over armoede. En we delen de visie dat armoede meer is dan gebrek aan geld. En dat armoede grote gevolgen heeft, zeker ook op de lange termijn. Dalfsen doet het relatief best goed. We hebben veel mee. We wonen in een economisch sterke regio. We kennen veel naberschap, hulp, ondersteuning door familie, door diaconieën. We kennen goede regelingen om armoede te vinden en te bestrijden. En dan zijn we, met al die dingen zijn we blij mee. We hebben verder 6 opmerkingen, aandachtspunten die we graag willen meegeven voor de verdere uitwerking van dit beleid. Het eerste punt. Er is het gevaar van stigmatisering en betutteling als het gaat om mensen in armoede. Er wordt soms te snel iets aangenomen. Bijvoorbeeld dat mensen in armoede in ongezonde leven of dat een auto een overbodige luxe is. Het is belangrijk om zorgvuldig te formuleren, omdat het anders mensen kan beletten om hulp te vragen. Vanuit het idee, ze zullen wel denken dat, ze willen toch dat ik. Ons punt over die kindbonnen hoort er ook bij. En ik weet zeker dat het niet de bedoeling is om te stigmatiseren of te betuttelen. Maar het gebeurt zo snel. Punt 2. Kaarde 3 over zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een heel mooi principe en we staan erachter.
Maar we pleiten ook voor de paar woorden zoveel mogelijk erbij. Dat is een belangrijk principe. Voor veel mensen waar het in deze nota over gaat, is de samenleving te ingewikkeld geworden. Denk aan laaggeletterden, mensen die niet digitaal vaardig zijn. Voor hen zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid soms te hoog gegrepen. De genoemde uitgangspunten onderschrijven we, waarbij we bij de preventie speciaal aandacht willen vragen voor jongeren. En dat is een hele kwetsbare groep als het gaat om schulden. En die schulden zijn zeker voor die groep zijn zo gemaakt. Vierde punt. Bij het ontwikkelen van een nieuw beleid rond schuldhulpverlening en beschermingsbewind willen we waarschuwen voor het gevaar van winst op de korte termijn. Bijvoorbeeld door de toegang te beperken. Want dat kost later meer als mensen zelf niet uit de schulden kunnen komen en uit de schulden kunnen blijven. Dus probeer ook echt op de lange termijn te kijken. Punt 5. We zijn blij dat de wethouder positief is over het idee van Living First. We zien dat graag toegevoegd bij kader 4. Eerste basis, wonen, kleding, eten, drinken en dan vanuit de rust verder werken. Het laatste puntje, punt 6. Zoals al gezegd doet Dalsen het best goed. Maar er is nog meer om in te zetten. De vele sporten, buurtverenigingen, scholen, kerken, duurzaamheidscoöperaties. Allemaal Dalsen kracht om te benutten. Samengevat, voorzitter. We hebben aandacht gevraagd voor zorgvuldigheid. De soms onbereikbare zelfredzaamheid. Voor preventie bij jongeren. Voor goede schuldhulpverlening. Voor het Living First principe. En tot slot voor het inzetten van Dalsen kracht. We zijn blij met deze notitie en we zullen dan ook mee instemmen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Eilert, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt de kadernota armoede en schuldhulpverlening. In de voorbereiding op dit agendapunt hebben we gesproken met inwoners, professionals en ook ambtelijk hebben we diverse vragen gesteld. En vanaf deze plek willen we graag iedereen hartelijk danken voor de beantwoording. Het heeft ons, naast diverse onderzoeksrapporten die we van internet hebben gehaald, zoals de ombudsman enzovoort, het advies van de participatieraad, dat samen heeft ons geholpen om een beeld te vormen van de problematiek die voor ons ligt. Het heeft geresulteerd, voorzitter, in vele A4'tjes volgeschreven beraadslagingen. Maar wees gerust, ik probeer me echt tot hoofdlijnen te beperken. Want ik loop anders het risico dat u halverwege angstig allemaal op de loge zit te kijken en denkt van nou, dat kon toch nog wel eens een lange avond worden. Het is niet mijn insteek. In het kort wil ik u graag meenemen iets over onze visie te vertellen. Waar willen we naartoe? Verder preventie, het is al een aantal keren genoemd. De toegang tot de schuldhulpverlening, bewindvoering, de gemeentelijke kredietbank en enkele aanbevelingen willen we graag doen. Dat we met dit agendapunt voor de Partij van de Arbeid een belangrijk onderwerp te pakken hebben, hoeft verder geen betoog gezien mijn inleiding. Het gaat immers om bestaanszekerheid, een menswaardig bestaan voor al onze inwoners. En voor wie dat al dan niet tijdelijk niet mogelijk is, moet er ten alle tijde een goed sociaal vangnet zijn. Het liefst maken we van onze gemeente een schuldvrij Dalfsen. Maar we realiseren ons ook te degen dat hiervoor nog wel het een en ander nodig is. Allereerst is het goed, vinden wij, om te kijken hoe ontstaan armoede en schulden. Zelden is er sprake van één oorzaak. Naast problematische financiële problemen gaat het veelal ook over het ontbreken van sociale contacten, eenzaamheid, gezondheid, werk, laaggeletterdheid, maar ook persoonlijke omstandigheden, echtscheidingen, het verlies van een partner, ach, en zo zijn er ongetwijfeld nog velen te noemen. Daarmee is armoede ook dichterbij dan mensen vaak vermoeden. Cijfers met betrekking tot de zorgvragen bewijzen dat ook. 80% is financieel gerelateerd. Ik kom daar straks nog even op terug bij aanbevelingen, maar we zullen armoede dus ook echt vanuit een breed perspectief moeten bekijken. Een ander punt is, en de fractie van ChristenUnie benoemde het zojuist ook al, voor veel burgers wordt de samenleving te complex en te ingewikkeld. Denk aan allerlei verschillende toeslagen, huur, zorg, kinderopvangtoeslagen, die mensen in de problemen brengt als er in een bepaald jaar onverhoopt extra inkomsten zijn en waar ze zich niet van bewust zijn dat dat gevolgen kan hebben voor die toeslagen. Dat leidt ongewild tot betalingsachterstanden, schulden en sociaal-maatschappelijke schade. Complexiteit is een uitsluitingsmechanisme dat tot veel kosten en sociaal-maatschappelijke schade leidt en daarmee niet past bij een inclusieve samenleving.
Wie zich eenmaal uitgesloten voelt, vindt niet snel de weg meer terug. Er is een tweeling ook in de samenleving. En ons inziens ook in Dalfsen. Ondanks de economische goede tijden neemt het verder toe. Het verschil tussen arm en rijk wordt groter. En op bladzijde 2 van de nota lezen we: in de gemeente Dalfsen is het aandeel lage inkomens 4,3%. Daarmee behoort Dalfsen tot de gemeente met het laagste risico op een lage inkomen. Einde citaat. Wij hechten eraan hierin enige nuance aan te brengen. 4,3% mag ten opzichte van de landelijke cijfers laag worden genoemd, maar voor onze fractie nog altijd veel te hoog in een rijke gemeente als de onze, waarvan het gemiddelde inkomen hoog is. De hoogste, dan wel een van de hoogste van de Overijssel. Iedere inwoner die niet mee kan doen is er één te veel. En zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Uit ervaringscijfers blijkt ook dat armoede vaak van generatie op generatie gaat. En let wel, 4,3% betekent 1200 inwoners die zich moeten zien te redden in een rijke omgeving. In Dalfsen gaat het om de volgende cijfers verder. Plus minus 250 mensen met een bijstandsuitkering. Ik noemde zojuist al even het percentage van 4,3% van de gezinnen. 25 inwoners worden jaarlijks verwezen naar de gemeentelijke kredietbank. En 91, hebben we kunnen lezen, vallen onder het beschermingsbewind. En dan moeten we de groep er nog bij tellen die we niet in beeld hebben. Zoals ondernemers en ZZP'ers bijvoorbeeld. Landelijke cijfers geven immers aan dat 40% van de groep die onder de definitie armen vallen of financiële problemen, dat die werk heeft. Dan kom ik tot een aantal aanbevelingen. Ik heb zojuist al genoemd, bekijk het vanuit breed perspectief. Sociale activering is hierbij van groot belang. Naar aanleiding van gesprekken die we hebben gevoerd, wil ik toch ook met nadruk preventie benoemen. Meerdere fracties hebben dat al aangegeven en het wordt zo vaak genoemd. Maar dat is me toch even wat te gemakkelijk, daar zullen we meer bij stil moeten staan. Want uit de gesprekken die we gevoerd hebben, dan komen we tot de conclusie dat dat veel te weinig wordt gebruikt, preventie. Veel te veel wordt gewerkt vanuit het zogenaamde PIEP-systeem. En dat moet echt anders. De argumentatie dat hier een nieuwe kadernota voor ons ligt, omdat de houdbaarheidsdatum van de vorige verloopt, is voor ons veel te mager. En het spijt me te moeten zeggen, maar dat daaruit getuigt geen of te weinig ambitie. U zult het ongetwijfeld anders bedoeld hebben, maar dan hoor ik dat straks graag. Het derde. Het duurt vaak jaren voor mensen zich melden bij de schuldhulpverlening. Gemiddelde schuld is 40.000 euro en 15 schuldeisers. Probeer daarom de problematische schulden te voorkomen en ga op zoek naar vindplaatsen. Er werden net al enkele genoemd, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven, maar ook scholen. Wijs ze op hun verantwoordelijkheid en maak afspraken, bijvoorbeeld bij 2 maanden betalingsachterstand, melding doen bij de gemeente. En natuurlijk, ik heb zojuist in aanleiding van een vragenronde de beantwoording van de wethouder gehoord. En dat nog wel eens een lastige is in verband met privacy. Nou, die privacywetgeving die respecteren we uiteraard. Maar op creatieve manier is er in overleg, is daar heel veel te doen. En datzelfde kan ik beamen, want dat maak ik bijna dagelijks in de praktijk vanuit mijn werksituatie mee. Als voorbeeld zou ik daarbij nog wat een aantal gemeenten noemen die hier al goede ervaringen mee hebben. Wat wij ook zorgwekkend vinden, dat zijn de torenhoge boetes die mensen soms krijgen. Zoals zorgverzekeraars die een kwart extra premie berekenen als mensen 6 maanden niet hebben betaald. Dan vraag ik me af, hoe zit dat met de verzekeraar waarmee wij een collectieve polis hebben afgesloten? Ook zou ik als aanbeveling willen doen, ik ben nu geloof ik onder 5, maar een beetje ben ik de tel kwijt, maar goed. Werk vanuit vertrouwen en bied zoveel mogelijk perspectief. En werk moet altijd lonen. Immers om inkomsten uit werk te kunnen verwerven, moet je toch ook eerst kosten maken. En zoals gezegd, de samenleving wordt steeds complexer voor een grote groep mensen. Onze oproep is, kijk nog eens naar onze eigen regelgeving en toets nog eens hoe duidelijk wij daarin zijn. En is het allemaal begrijpbare Jip- en Janneke-taal? De effecten van het huidige beleid, wat ons betreft zijn ze onvoldoende bekend. Ga dus op zoek naar die partners in de samenleving en ervaringsdeskundigen
en inventariseer wat wel en niet werkt. Probeer in gezamenlijkheid achter de voordeur van mensen te kijken. Probeer vertrouwen te winnen. Dan beoordeel armoede en schuldhulpverlening niet uitsluitend als een probleem dat op het bordje van de gemeente ligt. Zoek die samenwerking nogmaals en kijk ook vooral naar het plan van aanpak thuis in Delfzijl, zoals we die in april 2017 hebben vastgesteld. Dat was specifiek gericht op statushouders en nieuwkomers in onze gemeente. Het was een mooi plan. We hebben er zelfs een mooie prijs mee behaald. En wat ons betreft zou er veel hieruit gehaald kunnen worden. Ook in een breder perspectief in de nota, beleidsnota die aanstaande is. En dan kom ik al een heel eind, voorzitter. Maar dan zijn we bij het beschermingsbewind en de vele doorverwijzingen naar de gemeentelijke kredietbank. Andere fracties spraken hier ook over. Wij zijn hier echt enorm van geschrokken van de hoge aantallen. En wij vragen ons ook echt af of mensen hier nou beter van worden. Of ze geholpen worden of dat we daarmee juist het tegenovergestelde bereiken. We zouden een oproep daarom willen doen. Stop met het beschermingsbewind of beperk het in ieder geval tot een absoluut minimum. En uitsluitend voor degene waarvoor deze wet ooit is bedacht. Gemeentebelangen deed deze oproep ook al. En met de betrekking tot de gemeentelijke kredietbank kunnen we heel kort zijn. Laten we hiervan helemaal wegblijven. Eerder heeft onze fractie al kritische vragen gesteld met betrekking tot de torenhoge rentes die mensen moeten betalen. Niet doen. Stop hiermee is onze oproep. Het vergroot de problemen alleen maar. In plaats daarvan willen wij een pleidooi houden om een experimentstap te starten met het overhevelen van schulden naar de gemeente en zet een traject in met afspraken met betrekking tot terugbetaling. Voordeel is van wat de CDA-fractie al aangaf, de verlammende stress die valt weg en er ontstaat ruimte voor inwoners om verder te kijken. Ruimte om te investeren in het opdoen van financiële kennis, om een opleiding of een baan of wat anderszins om mee te doen. Gaat u zo afsluiten, mevrouw Eilert? Ik schiet aardig op, voorzitter. Die oproep zou ik heel nadrukkelijk willen doen. Er zijn mooie voorbeelden van in de landen. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder. Tot slot nog de toegang tot van de schuldhulpverlening. Die moet ten alle tijde wat ons betreft laagdrempelig zijn. De menselijke maat moet leidend zijn. En we hebben daar ambtelijk ook een vraag over gesteld. En we hebben begrepen dat daar maatwerk in verricht wordt. Dat het niet in alle gevallen zo is dat een ZZP'er zich uit moet schrijven uit de Kamer van Koophandel en het bedrijf moet beëindigen. Maar dat er gekeken wordt naar de levensvatbaarheid. Maar goed, wij vragen ons dan af, wie beoordeelt dat? Voorzitter, nog één opmerking over het advies van de participatieraad. En dan ben ik echt even aan mijn einde. Wij zijn blij met de adviezen. Wij hopen dat u meeneemt van wat ze hebben geschreven. Van dat ze voor een dergelijk onderwerp graag iets meer tijd zouden willen. En het zou onze liefding waard zijn als ze dat ook gegund worden. Want het kan alleen maar bijdragen aan nog betere adviezen dan we al krijgen. En daar zijn we uiteindelijk allemaal mee gediend. Ik dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Eilert. Neem een slok water na 12,5 minuut. En wethouder... Heb ik toch 30 minuten gewonnen, voorzitter? Ja. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Geld maakt niet gelukkig, maar te weinig geld kan wel bijdragen aan een negatieve spiraal. Er zijn mensen die daar op eigen kracht uitkomen, maar er is ook een groep die hulp nodig heeft. En deze kadernota die geeft aan wat de gemeente Dalfsen in de stijger zet om die negatieve spiraal te doorbreken. Om op die onderste stijger te kunnen komen heb je soms alleen maar even een ladder nodig, zeker kinderen. In bouwtermen gesproken betekent dit dat de uitvoerder zorgt voor zowel het stijgermateriaal, het beleid en de kaders, maar ook voor een flexibele ladder die op het juiste moment op de juiste plek voor de juiste persoon beschikbaar is. De uitdaging voor de gemeente is te zorgen dat de ladder voor het grijpen ligt als er maatwerk nodig is. De participatieraad heeft al aangegeven welke stappen van belang zijn.
PvdA gaf het ook al aan. Sommige stappen zijn heel logisch geformuleerd. Als iedereen uit de armoede is, dan blijft preventie nog van belang. Armoede kan namelijk soms opdoemen uit heel onverwachte hoek. Gezondheid is waardevol en gratis, maar bijvoorbeeld onverwachte ziekte kan enorm kostbaar zijn. Deze kadernota vindt D66 een goede handleiding voor preventie en flexibel maatwerk. Maar uiteindelijk komt het vooral aan op de uitvoering. En u bent akkoord met de kadernota. Mevrouw Janssen, VVD. Mevrouw Janssen, VVD is ook akkoord met de kadernota. Volgende keer even uw microfoontje aanzetten, want dan wordt het ook op de geluidsband opgenomen. En dan ligt het gelijk vast. Meneer Uitslag, wilt u nog reageren op de vele bevindingen en die u gekregen hebt? Nou, misschien toch goed dat ik een aantal dingen ga zeggen, voorzitter. Goed om te beginnen met het feit dat we eigenlijk alle fracties hebben horen praten over het belang van deze nota. En eigenlijk zonder uitzondering. Het is wel een kadernota. En ik heb een heleboel handreikingen gehoord, op aanbevelingen, een stevig pleidooi. Maar wat mij betreft is dat een paar vergaderingen te vroeg. Gaan we bij de beleidsnota, als we echt in de diepte ingaan, kom je nog op terug. Maar goed, dan weet u vast uw mening, dus we kunnen alvast wel op anticiperen wellicht. Ja, eigenlijk is maatwerk is wel de rode draad. Hè. Een aantal mensen heeft het er ook weer genoemd. Ja, wij proberen inderdaad zoveel mogelijk vanuit maatwerk te werken. En dat betekent ook zoveel mogelijk als mogelijk dat mensen mee kunnen doen. Hè. Dus zoveel mogelijk zelfstandig. Eigenlijk spreekt dat voor ons hele sociale domein. Dus er zit in onze aderen. Maar het doel is optimaal, maximaal zelfstandig. En waar het niet lukt, dan zoveel mogelijk. Vanzelfsprekend. Ik moet zeggen, ik ben van één opmerking geschrokken. Misschien nog meer verbaasd. En dat is dat ik te weinig ambitie zou hebben op dit dossier. Voorzitter, dat mag echt daar worden uitgelegd. Nee, dat mag worden onderbouwd. Want ik geloof niet dat er ergens staat dat we hier geen ambitie op hebben. Dat er een aanleiding is dat we het gaan doen omdat we de oude nood ook afloopt. Ja, dat kan. Maar ik heb vorig jaar ook al aangegeven. We zijn begonnen met de kinderregeling, want die vonden we het allerbelangrijkst. Maar daarop volgt per direct hè, de nota 18 jaar en ouder. Dus gebrek aan ambitie. Nou, ik herken me er niet in. Voorzitter, mag ik hier iets over zeggen? Ik wil graag... Mag de wethouder even zijn betoog afmaken? Okay. Het risico op stigmatisering, betutteling, helemaal mee eens. De kinderregeling was nu juist ontworpen om dat te voorkomen. Hè. Dus daarmee... Ook wel misschien een reactie op de eerste ronde. Dan kan het juist goed werken om mensen ook wat duurdere kleding te kunnen laten kopen. Om daarmee juist niet buiten de boot te vallen. En je achtergesteld te voelen. Ik heb eigenlijk een aantal dingen opgeschreven. Menselijke benadering, maatwerk en snelheid. En één contactpersoon in de gemeente. Nou, eigenlijk is het wat we doen, maar dat gaan we ook opschrijven. We hebben de... Er gaan best mogelijk dat er paar dingen misgaan, maar dat zijn wel de elementen die de kern zijn van onze kadernota. Als het niet goed genoeg gelezen is, dan maken we dat nog steviger. Want eigenlijk is dat wel wat we willen. En voor de rest, voorzitter, ik denk dat we alle punten verder meenemen in de beleidsnota en dat we daar bij de behandeling van die nota wat nader op de andere punten in kunnen gaan. Oh ja, misschien toch één dingetje, sorry. Ik hoorde de oproep om te stoppen met beschermingsbewind. Die wordt opgelegd door de rechter. En de partij die daarvoor aangewezen wordt, wordt door de rechter aangewezen. Ik zou echt willen dat ik oproep gestand kon doen. Want u kunt geloven, dan staat die stijging er niet zo stevig uitgezien. Ik weet dat Deventer bezig is met het uitlokken van een proefproces. Dus of het mag. En ik heb ook aangegeven, ook al in de krant al, dat volg ik met belangstelling. Maar ik zie nog meer hel in, en misschien ook wel een snellere weg, om met de rechtbank te overleggen, om advies te kunnen afgeven voordat we naar beschermingswinter overgaan. Dus ik zou graag de hand van oppakken, maar hij ligt echt op het verkeerde bureau.
Dank u wel voor deze uitleg, meneer Uitslag. Mevrouw Eilert, u wou nog even reageren op de wethouder. Ja, even een paar dingen van dat de wethouder citeert van dat ik gezegd zou hebben te weinig ambitie en dat hij daarvan geschrokken is. Dat vermoed ik al wel, vandaar dat ik ook zei van wellicht zal het niet zo bedoeld zijn. Maar ik heb het genoemd in het kader van dat er een nieuwe kadernota voor ligt, omdat de verstrijkingstermijn van de oude nadert. Dat vind ik in die relatie, dan zeg ik, daar spreekt geen of weinig ambitie uit. En verder was het natuurlijk ook bedoeld om te prikkelen van om toch een aantal vernieuwende dingen daarin mee te nemen. En dan bevindt u het misschien te vroeg van dat we onderwerpen hebben aangedragen van waaronder bewindvoering en de gemeentelijke kredietbank. Maar als we moeten wachten tot de beleidsnota er is en dan kunnen we die opmerkingen pas kwijt. Dan zijn we wel een heel eind verder en er wordt niemand mee geholpen. Dus vandaar dat we het toch als een urgente oproep zien van, om te overwegen om afscheid te nemen van die kredietbank. En u bent zich aan het bezinnen, maar om ook in ieder geval te bezinnen van, om het zelf over te nemen. En u noemde daar zelf in het kader van bewindvoering de gemeente Deventer al voor. Maar er zijn nog veel en veel meer mooie voorbeelden in de landen. En het voert te ver om ze allemaal te noemen, maar Leiden, de gemeente Leiden is twee verschillende dingen door elkaar heen. Dus ik denk dat we goed, misschien eens uitleggen hoe het precies werkt en dan gaan we dan de discussie goed voeren. Want hier lopen echt twee verschillende dingen door elkaar heen en ik geloof niet dat het werkt voor de kadernota. Nee, dit is inderdaad, mevrouw Eilert, de kadernota waar we de verschillende partijen al heel veel punten hebben aangegeven. En de wethouder heeft ook aangegeven dat hij ze mee zal nemen. Dus ik neem aan dat ook uw punten wat dat betreft aan de orde komen. En ja, sommige dingen kunnen we niet meer handen smeden. Dus we moeten daar wel even de ruimte voor geven. Maar ik dacht dat mevrouw Lasje ook nog even wat wou zeggen naar aanleiding van het antwoord van de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. En het sluit wel aan bij het vorige punt. Want ik hoor hier heel veel kritische dingen over GKB en over bewindvoering en dergelijke. Maar ik zie ook de andere kant. Ik zie ook dat het heel goed werkt en dat mensen daardoor het leven weer op de rit krijgen. Dus alsjeblieft, ga niet zomaar stoppen met een of het ander. Doe dat zorgvuldig en kom met zorgvuldig nieuw beleid. Want er vallen elk veel mensen tussen wal en schip als je nu met dingen gaat stoppen. Dus ik zou juist de wethouder willen ondersteunen om niet direct met te stoppen met het een en ander. Maar zorg gewoon voor gewoon een heel goed beleid. Want heel veel mensen hebben er wel degelijk iets aan. Dat was mijn oproep, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. De wethouder heeft het ongetwijfeld tot zich genomen en zal het denk ik ook met u eens zijn. En verder heb ik de wethouder ook horen zeggen: menselijke benadering, maatwerk, de rode draad, één contactpersoon. En dat wij dat de punten die aangedragen zijn mee zal nemen richting de beleidsnota. En daarmee concludeer ik dat dit een akkoordstuk is voor de raadsvergadering. Voorzitter, mag ik daar nog even een opmerking over maken? Nou, nee, ik ben al aan het afsluiten. Of ik heb al afgesloten, mevrouw Eilert. Ja? We willen ons in ieder geval, wij zijn op dit moment... Nee, mevrouw Eilert, ik heb afgesloten en wij gaan verder met het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 6, consultatiebureaus Nieuw-Leuzen, Lemerenveld. En ook voorbereidend besluitvormend, ook hier is de wethouder, mevrouw of meneer Uitslag, in de financiering van gezondheidszorg voor de GGD en ga gewoon door, is uitgegaan van een centrale vestiging van een consultatiebureau JGZ 0 tot 18-jarigen voor de gehele gemeente Dalsen. Ja, het is weer rustig geworden. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de consultatiebureaus in de Kennen, Nieuw-Leuzen en Lemerenveld in ieder geval nog gedurende 2 jaar in stand te houden. In 2016 is dit met nog eens 2 jaar verlengd. Bij de begrotingsbehandeling van 2017 heeft de gemeenteraad middels een motie uitgesproken dat de diensten van de consultatiebureaus in beide kernen beschikbaar moeten blijven. Thans stelt het college de raad voor om de consultatiebureaus in de kernen Nieuw-Leuzen en Dalsen voor onbepaalde tijd voor te zetten.
Er zijn technische vragen gesteld door de VVD. Beantwoording staat op het RIS. Ook hier in twee ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? U hebt geen vragen, mevrouw Lasje. Verder geen vragen bij gemeentebelangen. CDA geen vragen. Partij van de Arbeid. Meneer Schrijver, mag ik u het woord geven? Ja, eigenlijk één heel eenvoudige vraag. Er worden extra kosten gemaakt voor de twee locaties extra. Dus Nieuw-Leuzen en Limmelerveld. Als je de cijfers kijkt in de technische vragen van de VVD, dan lijkt dat ook gerechtvaardigd. Want er zit groei, als het ware, in de aantallen mensen die daar geholpen worden. Maar die zitten ook in Dalfsen. En mijn vraag is eigenlijk, zit er ook nog kostencompensatie van de GGD IJsseland in voor het feit dat er gekozen wordt voor drie consultplaatsen? Want er zou anders een concentratie van die consulten in Dalfsen moeten gebeuren. Dus kortom, de kostenbesparing in Dalfsen, valt die ook nog weer terug naar de gemeente? Dank u wel, meneer Schrijver. Mevrouw Jans, ook geen vragen. Dan wethouder. Die was makkelijk te noteren. Ik was niet eens klaar om schrijven, maar ik kan deze nog onthouden. Het systeem van de GGD is dat we met elkaar hebben afgesproken, 11 gemeentes gezamenlijk, 1 consultatiebureau per gemeente. Dat vergoeden we gezamenlijk. En alles wat je meer wil, dan moet je zelf betalen. Eigenlijk is dat de regel zoals die in het verleden afgesproken is. In Dalfsen hebben we er inmiddels voor gekozen om dat in elke kern, de drie hoofdkernen, te doen. En daar betalen we dus 2 voor. Of we dan meer kosten zouden hebben gehad als alles naar Dalfsen zou zijn gegaan en eventuele besparing die we daarop hebben. Nou, ik denk dat het heel moeilijk rekenen wordt. Maar ik weet niet eens hoeveel we het nu extra werk is omdat wij nu extra inzetten. Of dat er meer kinderen zijn. Dus ik denk dat we een rekenexercitie gaan krijgen waarvan ik liever die uren besteed aan de echte zorg. Dus de kans op slagen is zeer, maar ook zeer beperkt. Dank u wel voor de beantwoording. Gaan we naar de opinie. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal denk ik niemand in het huis verbazen als ik zeg dat wij dit een topvoorstel vinden. En voor wie hier redelijk nieuw is in dit huis, wij hebben ons als ChristenUnie-fractie, maar als hele raad, de afgelopen jaren meerdere malen ingezet voor het behoud van deze consultatiebureaus. En onze argumenten, die we een aantal malen genoemd hebben, komen helemaal terug in dit voorstel. Wij zullen dan ook met vreugde instemmen, voorzitter. Met vreugde. Voor dit korte antwoord geef ik u door aan meneer Ellenbroek van Gemeentebelangen. Ja, voorzitter, ik kan nog korter zijn. Op 9 november hebben wij als raad een motie aangenomen waarin werd uitgesproken dat de diensten van de consultatiebureaus in de kernen Nieuw-Leuzen en Limmelerveld beschikbaar moeten blijven. Wij zijn nu dan ook heel erg blij te constateren dat de consultatiebureaus structureel in de kernen blijven en dat dit punt niet meer om de zoveel tijd op de agenda komt. Voorzitter, wij gaan akkoord met het voorstel en dus ook met het beschikbaar stellen van 75.000 euro. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Schiphorst, CDA. Ik had hele mooie woorden opgeschreven, maar eigenlijk zijn ze overbodig, want in het voorstel staan ze met naam en toenaam genoemd. Wij staan ervoor dat het consultatiebureau als voorziening in de kern wordt behouden en we zijn bereid daardoor de financiële middelen voor structureel ter beschikking te stellen. Akkoord, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mevrouw Eilert, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als ergens het gezegde van de aanhouder wint van toepassing is, dan is het op dit onderwerp eigenlijk wel. Want als ik me goed herinner, dan was het in 2012 of 2013 dat we samen met de fractie van ChristenUnie en later nog diverse keren een motie indienden. En de ene keer was het voortouw van de ChristenUnie en de andere keer waren wij het. In latere jaren sloten de andere fracties zich daarbij aan. Nou, uiteindelijk zijn we heel erg blij dat de argumenten die we telkens opnieuw weer aandroegen, dat die nu ook de argumenten van het college zijn geworden om de beide consultatiebureaus definitief open te houden. Hartelijk dank daarvoor. Dank u wel, mevrouw Eilert. Meneer Schrijver, D66. Dank u wel, voorzitter.
Ik vond die formulering van de ChristenUnie perfect, dus daar sluit ik me graag bij aan. En de vraag was alleen gericht op eventuele leegloop die er in Dalfsen zou kunnen ontstaan, maar ik denk dat dat ook nog wel meevalt. Dat zal wel goed gemanaged worden. Dank u wel, meneer Schrijver. Mevrouw Janssen, VVD. Ik had inderdaad als technische vraag iets gesteld over het aantal kinderen wat die consultatiebureaus bezoekt. En verder kom ik er vanavond achter dat iedereen echt ook prachtige stukken voorbereidt om dat allemaal ook netjes aan u te vertellen. In ieder geval ga ik nu ook even mijn best doen ten aanzien van deze consultatiebureaus. Wij sluiten ons volledig aan ook bij de ChristenUnie. En vinden eigenlijk ook dat een consultatiebureau niet meer is zoals het vroeger was. Alleen van kinderen van 0 tot 4 jaar, want zo was dat namelijk. Het heeft een veel bredere lading gekregen en het is nu echt een jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar. En het doel is eigenlijk om kinderen te ondersteunen bij het veilig en gezond opgroeien. En ook als het gaat, eerder deze avond hebben we het gehad over vroeg signalering van problematieken bij de jeugd, denk ik dat je daar ook heel goed terecht kan. Wij steunen dus eigenlijk dat de consultatiebureaus blijven bestaan en dat die structurele middelen beschikbaar komen en dat dat ook wordt meegenomen in de perspectiefnota die komen gaat. Dank u wel, mevrouw Janssen. Een hele commissie die het allemaal met elkaar eens is. Topvoorstel. We hebben een stukje geschiedenis gehoord. Dus wat dat betreft kan ik ook stellen dat dit agendapunt als akkoordstuk naar de raad gaat. En in alle wijsheid heb ik met mijn beide buren overlegd dat we geen koffie gaan drinken en dat we doorgaan. Nu met agendapunt 7 aan de orde of verder gaan. Beeldkwaliteitplan Westerbouwlanden, Noordfase 2, verantwoordelijk wethouder de heer Schuurman, voorbereidend besluitvormend. Het bouwrijp maken van de tweede fase Westerbouwlanden Noord in Nieuw-Leuzen is begonnen. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk wordt er uitgegaan van een hoog ambitieniveau. Het moet een wijk worden met een eigen gezicht waar bewoners zich prettig voelen. Om de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de woonwijk te realiseren, is een afzonderlijk ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het college vraagt de raad om het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Ook deze ronde, of dit agendapunt, weer in twee ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik als eerste het woord geven voor de vragen? Laat ik eens aan de andere kant beginnen, mevrouw Janssen. Als relatieve nieuweling had ik een vraag over het beeldkwaliteitsplan en waarom dit type vraagstukken bij de raad wordt neergelegd. Het is al een bestaand plan, er wordt al gebouwd en wat gebeurt er nou als een hele raad zou zeggen, goh, we vinden dit geen mooi beeldkwaliteitsplan, wat voor discussie krijgen wij dan? Dank u wel. Meneer Schrijver. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Hartstikke goed stuk, wat mij betreft. Ik vind het vooral mooi, wij vinden het vooral mooi om te zien dat er nog behoorlijk wat ruimte in zit voor mensen. Want dat is toch wel altijd de spanning. Ik denk dat daar de voorganger ook op doelde. Je wil natuurlijk met elkaar toch een bepaald kwaliteitsniveau nastreven. Maar je wil mensen ook niet hun eigen creativiteit opnemen. Wilt u vragen? U bent al met een stuk opinie bezig. Maar ik leid een vraag in. Ja, oké, dan graag kort. Nee, dan zit het er voor mij op. Meneer Kouwen, CDA. Ja, voorzitter. Bij de vergunningverlening wordt getoetst aan een plan. Echter, we zien bij de woeste gronden in Lemmerveld dat er erg soepel met de criteria uit het plan wordt omgegaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van de daken, vegetatie, riet is daar voorgeschreven bij de woeste gronden. Maar daar zien we niks van terug in de praktijk. Onze vraag is daarom, in hoeverre is het beeldkwaliteitsplan nu leidend? En welke ontwikkelingen kunnen nu aanleiding geven om af te wijken van de uitgangspunten uit het plan? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen van onze kant.
De positie van de woningen zoals die nu getekend zijn, staat het vast? Kan er nog in gewijzigd worden? En daarbij aansluitend de vraag voor het bestaande groen. De mooie singles die nog behouden blijven, maar wordt er met de positie van de woning ook rekening gehouden met de schaduwwerking van die singles? Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. ChristenUnie, geen vragen. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Ik begin gewoon even op volgorde af. De vraag van de VVD. Als raad kunt u besluiten om dit niet vast te stellen. En dan vallen we terug naar de bestaande welstandsnormen. En dan heb je dus niet het hoge ambitieniveau wat er nu wel ligt voor dit deel van Westerbouwlanden. De inschrijving staat nog open. Dus in dit gedeelte van de Westerbouwlanden wordt nog niet gebouwd. En daar kan het beeld kwaliteitsplan komen te vervallen, dus dat zou het gevolg zijn. Dan ga ik door naar het CDA. De vergunningverleners die zullen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning de aanvraag toetsen, dus wat er gebouwd kan worden. En die zullen daar dus het vinkje bij moeten zetten als het voldoet aan het beeldkwaliteitsplan zoals het hier is gesteld. En de stadsbouwmeester zal dat ook doen. Dus die pakken dit als uitgangspunt en dat is een criterium. Dus ik ga ervan uit dat dat ook zo zal gebeuren. Westerbouwlanden fase 1 zat qua kwaliteitsniveau nog op een iets strakker niveau. In de praktijk waren bouwers soms hadden andere ideeën waarvan de vergunningverleners ook zeiden van ja, dit zorgt eigenlijk voor een even goed of misschien nog wat betere oplossing. En dan vroeg het veel werk om dit aan te passen. Dat is eigenlijk met fase 2 is dat dus opgelost. Het geeft iets meer ruimte voor variëteit, maar het zorgt er wel voor dat er een goede kwaliteitsslag blijft voor de hele wijk. Zodat het straks wel als echt één wijk zichtbaar blijft. Dus wat ons betreft goede kwaliteit, iets meer ruimte voor eigen inbreng, maar wel met hoge kwaliteitseisen, zodat het een mooie wijk gaat worden. Gemeentebelangen, is er rekening gehouden met schaduwinval? Als je kijkt op de website, en dat staat niet of het er is, maar voor het inschrijven, dan zitten daar voor de mensen die belangstelling hebben een aantal schaduwvoorbeeldtekeningen bij van hoe de schaduwen vallen. Over de percelen, zodat je kan zien wat je koopt en hoeveel zon je in je tuin hebt of schaduw. Plaats van de woning, die is op deze manier ingetekend. Dus dat staat. Als het niet zou lopen, en ik heb wat informatie gehoord, dat is niet van toepassing. Maar dan zou er herverkaveld kunnen worden, als dat zo nodig zijn. Maar dan heb je wel weer grote gevolgen, dus dat geniet niet de voorkeur. En volgens mij heb ik de vragen beantwoord. Dank u wel, meneer Schuurman, voor de beantwoording. Gaan we naar de opinierende ronde. Nog even een aanvullende vraag, voorzitter. Ja. Nog even over dat afwijken van die criteria. Het viel ons op dat de Limburgveld dus best wel fors is afgeweken, omdat daar voor dat noordelijke deel is experimentele bouw met een verhoogd ambitieniveau aangeschreven. En daar zien we toch in de praktijk minder van terug. Dat heeft misschien ook met de economische situatie te maken. Die is nu weer wat aangetrokken. Maar wij zouden er toch wel voor willen pleiten om zeker ruimte en maatwerk te bieden. Maar wel een bepaald ambitieniveau dat je hiermee vastlegt in stand probeert te houden. Ik hoop dat u dat onderschrijft. En misschien nog eens kijken naar de Leemveld, hoe dat daar is gegaan. Ik ben wel nu benieuwd. Meneer Schuurman. Ja, op dit ogenblik ligt het beeldkwaliteitsplan voor de Westerbouwlanden voor. En daar heb ik duidelijk de toezegging gekregen dat de toetsing zal plaatsvinden voor de gevraagde kwaliteit. Lemelenveld, ja, dat zijn volgens mij al woningen van een aantal jaren terug. Dat zou zo kunnen zijn. En daar kan ik hier zo geen concreet antwoord op geven. Dank u wel voor de beantwoording. Gaan we naar de opinierende ronde. Wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook bedankt voor het plan. De ChristenUnie is akkoord met het plan. Wel
deel ik de vraag van de heer Cowen. Maar verder zijn wij akkoord. Dank u wel, meneer Veldman. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Wij zijn ook blij met dit beeldkwaliteitsplan. Het ziet er passend uit qua aansluiting bij het vorige gedeelte en toch weer heel uw eigen. Stijl en diversiteit kunnen we echt wel waarderen. Ik vind het wel belangrijk, zoals ik net in de vragen stelde, van dat er echt rekening wordt gehouden met de NOC-richting en de ligging van het dakvlak ten opzichte van de zon. Ik heb toch in Oosterdalse wel een paar locaties gezien waar eigenlijk de zon behoorlijk wordt geblokkeerd door hoge singels. En ik vind het ook erg belangrijk in de Gaaslose Wijk dat daar wel voldoende rekening mee wordt gehouden. Verder helemaal akkoord met dit beeldkwaliteitsplan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Cowen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie vindt het belangrijk om in te zetten op een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ook in deze nieuwe wijk van Nieuw-Leusen. Dat draagt bij aan het woongenot. Bovendien versterkt het een hoge ruimtelijke kwaliteit de identiteit van de wijk. En daarmee ook het karakter van het dorp Nieuw-Leusen als geheel. Een investering voor de lange termijn dus. En dat betekent dan ook dat als we een beeldkwaliteitsplan vaststellen, dat het belangrijk is om daar in de praktijk dan ook zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Met de praktijk natuurlijk in het achterhoofd houdende. We stellen zo'n plan niet voor de bühne vast en hopen dan ook echt iets unieks en eigens terug te zien. Sterke punten van het voorliggende plan vinden we de nadrukkelijke aandacht voor de dorpsrand, de subtiele overgang van woonwijk naar het landelijk gebied. En het inzetten van groene erfafscheidingen. Dit sluit aan bij het landelijke en dus groene en ruimtelijke karakter dat we voor ogen hebben voor dit deel van de Nieuw-Leusen. De CDA-fractie heeft op de website van de gemeente gelezen, en wat de wethouder net al aangeeft, dat de inschrijfperiode voor de eerste KVO-uitgifte loopt en morgen sluit volgens mij. We hopen van harte dat jong en oud een thuis vinden in dit deel van Westerbouwlanden-Noord. Succes met de uitvoering. Dank u wel, meneer Cowen. Meneer Broeren, hebt u een opinie? Ja, die bewaar ik graag voor de raad. Dank u wel. Meneer Schrijver. Dank u wel, voorzitter. Het is een mooi beeldkwaliteitsplan wat hier voor ons ligt voor een nieuwe fase duurzame nieuwbouw in Nieuw-Leusen. Variatie en toch aansluiting bij de eerste fase en het landelijk gebied. Met respect voor het karakter van het dorp en het landelijk gebied bij de dorpsrand. Duurzaamheid qua groen en gasloos worden ook genoemd in de paragraaf duurzaamheid in het voorstel. Verdieping is mogelijk echter van die duurzame paragraaf door ook het duurzame beeld nog verder te versterken. Bij de voorbeelden van materialen ziet D66 graag meer kansen voor een levendige buurt. Dus ook dakpannen voor gierzwaluwen, nestplaatsen voor huiszwaluwen, boerenzwaluwen, vleermuizen, mits uiteraard opdrachtgevers instemmen. Ze moeten wel naast elkaar willen wonen. Geef ze de kans. De plannenfase is daarvoor de beste kans om daar rekening mee te houden. Het beeld wordt er niet alleen mooier van, maar ook levendiger. Dank u wel, meneer Schrijver. Mevrouw Janssen, VVD. Wilt u uw lampje even aan... Ik zou dit graag even terug mee willen nemen naar de fractie en daar dan op terugkomen. Dank u wel. Even kijken, dan kijk ik hier even rond. Als u uw lampje even uitdoet, dan de overgrote meerderheid is akkoord met dit stuk. En dan wil ik dit met een stemverklaring van de Partij van de Arbeid en VVD als akkoordstuk naar de raad van volgende week maandag brengen. Akkoord, oké, gaan we dat doen. En gaan we dit agendapunt afsluiten met agendapunt 8. Evaluatie, welzijnssubsidie, verantwoordelijk wethouder, de heer Uitslag. Het college vraagt de raad kennis te nemen van de evaluatie van de welzijnssubsidies, innovatieve preventieprojecten en de regeling maatschappelijke duurzaamheid. Op basis van de uitkomsten van evaluatie stelt het college voor om de beleidsregel innovatieve preventieprojecten sociaal domein in te trekken en kennis te nemen van de beleidsregels innovatieve preventieprojecten sociaal domein 2018. Er zijn technische vragen gesteld door de VVD. De antwoorden staan op het RIS. Ook hier weer in twee ronden informatieve en de
opinierende ronde. En wie mag ik als eerste in de informatieve ronde het woord geven? Ja, mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen. En de eerste is er ook bekend waarom er geen aanvragen waren in 2018? En kan dat nog onderzocht worden? En tweede, ligt er ook een communicatieplan achter dit voorstel? Ik vind dat niet terug in het voorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Kijk even verder, meneer Schrijver, D66. Ja, die vraag ligt een beetje in het verlengde, dank u wel, voorzitter, van de ChristenUnie. Maar die gaat vooral over wat ik taalkundig in deze nota aantref. Want is de verwachting qua innovatieve preventieprojecten wellicht een te hoge ambitie? Innovatie is er namelijk nog niet en preventie gaat ook om het voorkomen van iets. Dus beide bijvoeglijke naamwoorden betreffen iets wat er nog niet is. Het lijkt erop dat de praktische aanpak daardoor nog niet voldoende binnen bereikt komt. Kan de wethouder dat bevestigen? Dank u wel, meneer Schrijver. Kijken nog verder. Meneer Massier, CDA. Dank u wel, voorzitter. Oorspronkelijk had ik twee vragen. Eén is uiteindelijk wel in de evaluatierapport naar voren gekomen. Er blijft nog één vraag over. En dat is of het klopt dat wij als CDA-fractie nu goed begrijpen dat de regeling maatschappelijke duurzaamheid overheid blijft, ondanks het invoeren van de nieuwe beleidsregels. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Massier. Mevrouw Janssen, VVD. Ja, ik ga dan even in op de regeling innovatie-preventieprojecten, wat eigenlijk mijn buurman net ook al zei. Er staat dan dat het gaat over het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen, zodat het welbevinden van bewoners wordt vergroot. De definitie van welbevinden zou ik dan eigenlijk wel nadrukkelijker genoemd willen hebben. Dan hebben we het over lichamelijk welbevinden of psychisch welbevinden of over beide. En wat ik ook wel heel prettig zou vinden bij zo'n evaluatie is dat je eigenlijk opschrijft wat de prestatiedoelstelling was. Zodat we ook kunnen zien wat er is gebeurd met die regelingen, wat de uitkomsten ervan zijn. Dank u wel, mevrouw Janssen. Ik kijk even verder rond. Niemand met vragen. Meneer Uitslag, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Is bekend waarom er geen gebruik van gemaakt is? Er staat om het zo verwoord in de nota. Dat de partijen die hem het eerste jaar hebben meegedaan, nou, die waren eigenlijk wel klaar als we het jaar hun projecten gedaan. Projecten die mensen die de eerste ronde hadden ingediend en waren afgewezen, die hadden ook niet direct de neiging om nog een keer weer te komen. Ik vond het toch complex. En er zijn dus ook op basis van gesprekken met de potentiële indieners van dit soort projecten, is ook aan de voren gekomen dat ze, sommigen wisten niet eens daarvan bestaan af. Nou, dat verbaast ons weer, hè, omdat de eerste jaren wel projecten kwamen. Dus daarmee willen we de communicatie ook zeker versterken. Dat is zelfs door het evaluatiegesprek al gebeurd. Hè? Want op dat moment zijn ze ook getriggerd. En oh, wacht eventjes, maar dan gaan we ze meedoen. Dus het communicatieplan heb ik er niet bij liggen. Sterker nog, we hebben wel vermoeden waar de indieners vandaan gaan komen. En die mensen worden persoonlijk benaderd, of zijn dus al benaderd in de evaluatiegesprekken. En voor de rest heb ik bij elk plaatselijk belang ook informatieavond deze regeling ook benoemd als kader van voorliggende en preventieprojecten, het kader van de transformatie. De heer Schrijver deed een taalkundig spelletje. Ja, innovatie is nog niet, dat klopt. Preventie is er misschien wel, maar het is juist om te voorkomen dat er iets niet gaat ontstaan. En of het er kan bevestigen dat daarom er geen projecten zijn. Nee, we zo spreken niet. Want op het moment dat, even heel flauw teruggezegd, elke innovatieve regeling zou dus overbodig zijn, want de projecten bestaan nog niet. Nee, die zijn juist om die projecten te stimuleren. Deze regelingen zijn bedoeld om juist in het kader van transformatie, wat ik ook al aangaf, partijen in staat te stellen projecten te ontwikkelen die nog niet bekend zijn. En dus om concepten te ontwikkelen, om eens te proberen hoe het gaat. Vandaar dat we ook nu een aantal aanpassingen hebben gedaan. En dat het einde van het traject, het project mag ook mislukken.
Het mag ook stoppen na die tijd. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een waardevolle toevoeging. Juist omdat het innovatief is, weet je niet of het gaat lukken. Want anders dan weet je het wel. Juist omdat het innovatief is, kun je niet aantonen dat het werkt. We hebben gezegd, maak het dan aannemelijk. Dus op basis van een goede redenering die wij kunnen volgen, die we weer overnemen, kunnen we dan subsidie verlenen aan de projecten die we gaan bijdragen. En u heeft een aantal projecten gezien. Google Glass in de zorg, ja, is het innovatief. Maar Google Glass bestaat niet zo heel lang. Maar in de zorg ken ik het nog niet zo per se. En in onze gemeente helemaal niet. Dus ja, noemt u het maar innovatief. Preventief zou best goed kunnen werken. We hebben dus onderdelen van dat plan wel overgenomen. Maar andere delen ook niet, omdat die helemaal niet pasten. Maar ik ga dus niet meer doorspelen. En ik wil ook niet bevestigen dat dat de reden is waarom het niet gelukt is. Of nog geen projecten komen. De regeling maatschappelijke duurzaamheid, ja, die blijft. Beide regelingen blijven. De ene wordt aangepast en de andere niet. Maar beide blijven bestaan. De definitie van welbezin vinden. In de technische vraag had u die vraag ook gesteld. Mevrouw Janssen, maar volgens mij is de... het gaat zowel fysiek als geestelijk. Maar dat is in de beantwoording vanmiddag aan u toe gezonden. Dus het kan zijn dat u het gemist heeft. En de opmerking om volgende keer bij de prestatietoestelling ook op te nemen, bij de uitkomsten. Maar we hebben hier juist gezegd, het gaat ons niet zozeer om de echte evaluatie van heeft het gewerkt. Maar dat doen we wel wat later. Maar nu met name, we hebben dit jaar helemaal geen aanvragen gehad. Hoe kan dat? En dus de evaluatie is niet per se op de inhoud gericht. Maar waarom komt er niks? Hebben we de regeling te zwaar gemaakt? Dan moeten we onder lichter maken. Nou, dat heb ik u net geprobeerd uit te leggen. Dat we een aantal drempels verlaagd hebben. Waarmee we, hoop ik, meer leuke projecten kunnen krijgen. En ook de communicatie hebben versterkt. Waardoor we ook de kans op projecten krijgen groter geworden is. Dank u wel. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Uitslag. Kijk even rond of er eventueel nog aanvullende vragen is niet aan de orde. Gaan we naar de opinie. En wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Ellenbroek, gemeente Belangen. Ja, dank u voorzitter. Op de eerste plaats, we zijn het eens met de opmerking bij de kanttekeningen dat aanpassingen van de regeling relatief snel plaatsvindt. Maar als iets niet aan de verwachtingen voldoet, kan het maar beter zo snel mogelijk worden aangepast, vinden wij. De aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren komen, ondersteunen wij. Communicatie blijkt hier ook weer een probleem te zijn. Daarom is het belangrijk dat in reguliere overleggen met partners aan deze regelingen aandacht wordt besteed. Faciliteren en stimuleren vanuit de gemeente. Dit betekent dat hier in de afgelopen periode misschien weinig of te weinig aandacht aan is besteed. Wij ondersteunen daarom van harte de diverse voorbeelden. Vereenvoudiging van de regeling innovatieve preventieprojecten. Om te beginnen het woord aantoonbaar te wijzigen in aannemelijk. Het woord aantoonbaar kan gelijk al weerstand opwekken. Want in het welzijnswerk is moeilijk aan te tonen dat iets preventief werkt. De voorwaarde dat het project na afloop zonder financiële ondersteuning van de gemeente kan worden voortgezet. Om aan te vullen met de woorden dan wel stopt het project, kan op onze instemming rekenen. Je kunt tot de conclusie komen dat iets niet succesvol is en dan moet je kunnen stoppen onder het motto de volgende keer beter. Met het verwijderen van de passage omtrent de beoordeling door het klantenpanel zijn wij het eens. Beoordeling geschiet al in samenspraak met diverse partijen, dus er is al draagvlak en klantenpanel is dan overbodig. Uw voorstel om de regeling maatschappelijke duurzaamheid samen op te laten gaan met de kansport vinden wij een goed idee. Zij kunnen elkaar inderdaad versterken. Tot slot, voorzitter, wij hopen dat door deze aanbevelingen er geen of weinig subsidiegelden meer overblijven. Anders worden we misschien alsnog voor de keuze gesteld de beschikbare middelen er elders in het sociaal domein beschikbaar te stellen. Voorzitter, wij gaan akkoord met het voorstel. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie-fractie vindt dit een prima voorstel. Preventie en innovatie zijn twee belangrijke pijlers onder de transformatie. Ze zijn nodig voor nieuw beleid. Met dit voorstel wordt snel geacteerd. Onze complimenten daarvoor.
Nog één puntje, maar dat, ik heb het al gevraagd, dat ja, zorgt toch voor een goed communicatieplan. De gesprekken zijn prima, noemen we bij plaatselijke belangen ook, maar wat ons betreft mag er nog wel meer. Neem het bijvoorbeeld op in de reguliere communicatie naar organisaties, andere partners. Zorg dat het gewoon echt bovenaan staat en dat mensen ook echt uitgenodigd worden. Maar nogmaals, prima voorstel, snel geacteerd en we zullen instemmen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Massier, CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst de complimenten voor deze evaluatie, wat van gedegen opzet getuigde. De regeling die voortijdig wordt aangepast, dat juichen we toe, dat waarderen we, omdat het niet aan de beoogde doelstellingen voldeed. De transformatiegedachte, dus de parten stimuleren tot samenwerking, onderschrijven wij ten volle. We zien dat er meer wordt ingezet op innovatie. Actieve projecten die met name op preventie en vroegsignalering moeten ingaan. Dat vinden wij dé methode. Hierdoor worden persoonlijke problemen voorkomen. Althans, dat kunnen persoonlijke problemen zijn. En daarnaast is de CDA-fractie van mening, en dat is uit onderzoek gebleken, dat investeringen in preventie en vroegsignalering betekent dat de kosten die in een later stadium aan zorg worden besteed, minder hoog zullen zijn. Dat houdt in, wat de CDA-fractie betreft, dat er een dubbele winst is op het welzijn. En dat woord werd vanavond ook alweer genoemd, maar ook het woord welbevinden. Daar kom ik zo nog op terug. Van onze inwoners en het huishoudboekje. De subsidieregeling innovatieve preventieprojecten is tot stand gekomen met een aantal spelers in het veld. Juist deze partijen hebben elk hun eigen expertise. Dat is waardevol voor het doen slagen. Wat voor ons een bijkomend voordeel is, is dat de regeling een vereenvoudiging betekent. Daar wees de gemeente Belangen net ook op. En voor het aanvragen en dat er beter maatwerk kan worden gegeven. De CDA-fractie vindt goede communicatie en informatie over de regeling van belang. Ook de CU onderschreef dat net. We zien uit naar mooie projecten met mooie resultaten. Want de zorg voor en met elkaar is een speerpunt van het CDA. Persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Ga uit van wat mensen wel kunnen en niet van mensen wat ze niet kunnen. Mensen moeten elkaar ondersteunen op een wijze die bij hen past. Met de inzet van professionals, maar ook met de inzet van de gewone burger, kan een hecht sociaal netwerk worden opgezet. Hierbij staat preventie van het welbevinden van mensen centraal. En ik ben blij dat het woord welbevinden net werd genoemd door een van de andere partijen. Wat direct eraan gekoppeld moet worden is het besef dat je voor elkaar verantwoordelijkheid draagt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Massier. Mevrouw Eilert, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wederom kan ik u geruststellen, want we kunnen heel kort zijn over dit voorstel. Onze fractie is erg blij dat u voorstelt om de regeling aan te passen. En in tegenstelling tot wat ik zojuist genoemd had bij het vorige agendapunt, u wacht niet tot de houdbaarheidsdatum voorbij is, maar u past gewoon aan wanneer dat nodig is. En dat is gebleken uit evaluatie. En dat vinden we zeker een compliment waard. Dus dat die nog maar vrij nieuw was, dat vinden we van ondergeschikt belang. Voor het overige zijn we blij dat in de uitvoering meer aandacht wilt geven aan communicatie, samenwerken en faciliteren vanuit een aanjagende rol. Zo zien wij dat graag. En de fractie van de Partij van de Arbeid kan dus ook van harte instemmen met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Eilert. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u, voorzitter. Dank voor deze evaluatie. Het geeft een goede terugblik. Vooruitkijkend heeft D66 de indruk dat dit voorstel ook de goede kant op gaat. Ik heb het niet met een woordspel, maar gewoon met de theoretische exercitie die in het stuk zelf staat, proberen duidelijk te maken dat er toch nog behoefte is aan wat meer grip op de praktische kanten van. Er staan wel hele goede richtingen in, zoals de samenwerking, het faciliteren, et cetera. Maar ik hecht er nog wel waarde aan om het in de fractie met elkaar te bespreken, om te kijken of we daar nog meer scherpte in kunnen krijgen. Dank u wel, meneer Schrijver. Mevrouw Janssen, VVD.
Ja, als VVD steunen wij deze regeling. We zijn ook blij dat deze regeling wordt gebruikt. We ondersteunen dat ook. Vinden het ook echt belangrijk dat er een bijdrage wordt geleverd aan preventie en vroegsignalering. De samenwerking met de partners die ook al subsidieregelingen hebben aangevraagd. Wij zouden eigenlijk ook willen vragen deze nadrukkelijker te betrekken bij nieuwe aanvragen en ze ook echt helpen. Daarom vinden we het ook fijn om te lezen dat de subsidieregeling wordt vereenvoudigd. We denken dat je daarmee ook meer mensen meekrijgt. En communicatie is ook al eerder genoemd door andere partijen, maar dat vinden wij ook erg belangrijk. Het kan niet zo zijn dat partners voor wie wij deze prachtige regeling in het leven roepen, dat die daar dan niet van op de hoogte zijn. Dank u wel, mevrouw Janssen. U wilt nog reageren, meneer Uitslag? Misschien twee dingen die ik hoor. Nee, drie. Allereerst, dank voor de complimenten. Tweede, communicatie. Ja, helemaal mee eens. Wij waren de veronderstelling, juist omdat het eerste jaar wel aanvragen waren, dat het bekend was. En juist ook de spin-off en de exposure van de projecten die al waren geweest, had je ook verwacht dat het al voldoende bekend zou zijn. We hebben de punten gearresteerd en we gaan natuurlijk volle bak mee aan de gang. Sterker nog, de handen jeuken, ook van ambtenaren, om misschien wel samen met de aanbieders projecten te gaan schrijven. Maar dat mag nu een keer niet, omdat je zelf moet beoordelen. Hè. Dus we moeten het eventjes aan de markt overlaten, aan de partijen die er verstand van hebben. Dat is moeilijk genoeg. Laatste puntje, meer scherpte krijgen en innovatief. We hebben juist bewust die ruimte gehouden, omdat innovatief nu juist met zich meebrengt dat we nog niet weten waar het heen gaat. En we willen juist de markt ruimte geven om bij projecten te komen waar we nog niet aan gedacht hebben. Want dat hadden ze wel beschreven. Dat is de reden waarom het misschien zo ruim geformuleerd is. We hebben er zelfs over nagedacht. Dank u wel. Dank u wel, wethouder, voor uw nadere ingaan op de opinies van de verschillende fracties. En daarmee kan ik ook concluderen dat dit agendapunt als akkoordstuk naar de gemeenteraad gaat. En dat we dit agendapunt kunnen afsluiten en komen agendapunt nummer 9, vaststellen besluitenlijst, de dato 14 mei 2018. Iedereen hiermee akkoord? Besluitenlijst 22 mei 2018, ook akkoord. Dat betekent dat we agendapunt 10 krijgen, sluiting, en wens ik u allemaal nog een fijne avond.